Hallo allemaal. Hallo, hallo, welkom bij het webinar van Blacks University. Wie is er hier allemaal uh, aanwezig? Ik zie hier een paar uh, bekende namen. Stijn, Ivo, Patrick. Als jullie mij kunnen horen, gelieve dan in de chat, is hallo uh, te zeggen. Hey, dag Jury. Dus je kunt uh, in de chat kan je even hallo zeggen. Ik zie ook uh, Peter, Erik, Laetitia. Jelle, Koen, Mario. Mario, welkom, man. Lang geleden. Nancy, Ferry, Els. Oké, okay, veel bekende gezichten. Top, top, top. Ja, dus uh, Robben is erbij vandaag. Helaas zonder camera. Uh, Robben zat in de Ardennen en zijn internet is heel slecht. Maar Robben gaat wel presenteren uh, gewoon via zijn microfoon. Dus uh, hopelijk zorgt dat voor niet te veel problemen. Goed. Dit is de disclaimer voor vanavond. Uh zoals gewoonlijk, beleggen is risicovol. Dus uh, altijd zelf je eigen beslissingen nemen. En uiteraard is het uh, webinar ook auteursrechtelijk beschermd. Goed. Nu voor vandaag, we blikken even terug op 2022. Dan kijken we naar de consensus van 2023. We gaan een kleine poll doen met het publiek. En we gaan even interactie zoeken ook. En vragen aan jullie wat jullie denken van het beursjaar dat zal komen. Dan gaan we onze visie meegeven. Uh, dan komt er een kleine intermezzo. Iedereen kan even iets drinken of uh, naar het toilet gaan. En dan gaan we onze beustips bespreken voor 2023. En jullie kunnen na iedere beustip uh, stemmen hoe leuk je die tip uh, al dan niet vond. Oké? Okay. Goed. Wat mag je in dit webinar niet verwachten van ons? Niet dezelfde saaie aandelen die altijd overal besproken worden. Oké? Okay. Uh, Compagnie de Zalp, je kent het wel, eh, Alibaba. Proximus, Sofina, uh, al die typische Belgische of buitenlandse aandelen die overal gehyped worden, daar doen we dus niet aan mee. Uh, we gaan proberen te gaan voor originele tips die echt geld gaan opleveren dit jaar. Al die saaie aandelen, ABMBUF, Ackermans, UCB, de typische favorieten die in België besproken worden, uh, gaan we dus niet aan meedoen. En we gaan toch wel origineel uit de hoek komen vanavond. Dus blijf zeker kijken, het wordt heel leuk. Oké? Okay. Goed. Uh, nu ga ik even samenvatten wat is er gebeurd in 2022. Het is eigenlijk een zeer lastig beursjaar geweest tot dusver. We zijn officieel een in berenmarkt ingegaan hier in juni, toen de S&P 500 onder de 384 punten ging. Dat is hier natuurlijk de SPY, de S&P 500 ETF. En momenteel staan we nog steeds op min 20%. En ook opvallend is, nadat die berenmarkt is ingezet, hebben we eigenlijk een paar keer uh, serieuze schommelingen gezien. Helemaal terug naar omhoog, dan terug naar beneden, nu terug omhoog. En het lijkt alsof we terug naar beneden gaan na de strenge van de, uh, uh, de centrale bank in Amerika. Dus toch geen gemakkelijk beursjaar. Nu, als we dat statistisch gaan bekijken, dan zien we eigenlijk 135 positieve datapunten so far in het jaar, 104 negatieve dagen. Uh, dus toch wel opvallend, we hebben eigenlijk meer positieve dagen, ondanks dat we in een berenmarkt zitten. Maar ook opvallend is, we hebben uitschieters aan de bovenkant hier, meer dan 2% op een dag en meer dan 4% op een dag zelfs, dus er zijn ook zeer sterke bear market rallies. Okay. Uh, dus ondanks dat we in een berenmarkt zitten, kan de beurs heel fors omhoog gaan. En daar laten veel beleggers zich aan vangen. En uh, die heel positieve dagen dat zorgt altijd voor terug optimisme. Maar dan wordt iedereen toch teruggepakt uh, als de beurs naar beneden gaat. We zitten ook op een record. Het aantal dagen van uh, grotere verliezen dan min 1 staat rond de 67 dit jaar. Uh, dus we zien ook veel grote negatieve dagen. Oké. Okay. Maar dus, again, geen gemakkelijke beurs om hierin succesvol te gaan beleggen. Als we kijken naar de sector performances, zien we dat energie het heel goed doet, en de uh, cyc cyclische aandelen het zeer slecht doen. Min 34% procent. so far, energie doet het heel goed, plus 36%. Procent. En daartussenin zien we dat vastgoed ook aan het afzien is. Dat zien we ook op de Brusselse beurs natuurlijk. Door die stijgende rentevoeten uh, hebben die vastgoedaandelen het heel moeilijk. Technologie wordt ook afgestraft na de sterke rally in 2021. Maar dan de laatste drie maanden zien we toch al terug een kleine verschuiving. We zien dat terug cyclische waarden worden gekocht in de, in de mijnbouwsector en ook de industrials. Vaak omdat die toch wel goede cashflows hebben en omdat die uh, edelmetalen toch ook redelijk hoog blijven. Okay. Dus daar zien we al terug kopers opduiken. Bij energie ook nog altijd en de consumer defensives ook. Maar de consumer cyclicals die blijven toch echt wel afzien. En die dalen nog eens met 10%. Allright. Goed. En hiermee ga ik u het woord aan Robbe laten. En Robbe zal dus gewoon via zijn stem te horen zijn, helaas. Uh, en hij gaat zijn consensus, uh, de consensus bespreken voor 2023. Wat denkt dus de huidige markt? En dan daarna komt onze visie. Oké. Okay? Dus ik ga even mijn audio uitzetten. Robbe, het is aan jou. Hallo. Uh, horen jullie mij? Ja, Dieter? Horen jullie mij waarschijnlijk al? Yes, we horen u top. goed. Ja, oké, okay, top. Uh, goedenavond allemaal. Zal het niet te doen zijn met mijn gezicht op het scherm. Maar ik denk niet dat dat een groot probleem is. Um, ik ga jullie enkele heel interessante inzichten over de beurs meegeven. We gaan eerst even bespreken wat dat de huidige consensus is um, voor 2023. Um, Dieter, het uh, de scherm delen. Doe jij dat nou even weg dat ik mijn scherm kan delen? Ja. ja, top. Alright. Dan ga ik mijn scherm delen. Deel 2, waar we nu vliegen. Oké, okay, dus um, de huidige consensus voor 2023 gaan we eerst bespreken, vrij kort. Uh, gewoon eens zien hoe denken de analisten. De andere beleggers, zoals u en ik, hoe denken die nu over 2023? Wat zijn daar de belangrijkste thema's? En dan nadien gaan we bespreken hoe dat we bij BeleggersUniversiteit daar tegenover staan, hoe dat Dieter en ik daar tegenover staan. Want het is toch wel heel belangrijk als belegger uh, om niet gewoon alle andere beleggers te volgen, om de herd te volgen, om je eigen visie te creëren. En zo kan je pas echt mooie rendementen maken op de beurs. Door niet te doen wat de rest doet, maar soms ook een andere visie te hanteren. Oké, okay, maar dus eerst ga ik bespreken hoe dat de rest over de markt staat. Ik ga drie consensussen bespreken en de eerste is toch wel heel interessant, want heel belangrijk ook, de eerste consensus is dat er een korte recess zal komen. Oké, okay, wat zie je hier op deze grafiek? Dat is sinds 1968 tot vandaag de dag. De blauwe lijn geeft aan. Hoeveel procent van de professionals over de beurs denken dat er een recessie komt binnen de maand? En wat zien we hier? Dat, dat de voorbije weken enorm hard gestegen is en nu naar maar liefst 43%. Dus 43% van de professionals verwacht een recessie het komende jaar en dat is nog nooit zo hoog geweest. De vraag natuurlijk inderdaad, gaan wij het komende jaar in 2020 de meest geanticipeerde recessie ooit tegemoet of niet? En waarom denken die professionals dat? Die hebben natuurlijk hun indicatoren waar dat die naar kijken. Hun leading actors noemen ze dat. Um, Voorspellende indicatoren voor de economie. En als we die allemaal samen nemen, dan hebben we deze blauwe lijn. En dat is eigenlijk dus de, de leading economic indicator. En wanneer dat die onder nul gaat, dan... Um, wil dat zeggen dat de economie dus waarschijnlijk het slecht gaat doen. En wat merken we in het grijs, zien we hier de recessie altijd aangeduid. Sinds 1960 opnieuw. En we zien dat wanneer dat die leading economic in de blauwe lijn onder de min 2% gaat, dat we altijd een recessie hebben meegemaakt. En wat merken we hier nu? De voorbije maanden zijn we ook enorm hard gedaald met die indicator en die min 2% gegaan. En het gevolg is dat de professionals verwachten dat er een recessie op ons afkomt. En wat wil dat zeggen natuurlijk? Dat de winsten van de bedrijven ook zullen verslechteren. En wat zien we hier op deze grafiek? De voorbije ongeveer anderhalf jaar zien we de winstverwachtingen voor 2022, de grafiek beneden, en voor 2020 de bovenste grafiek. En wat merken we dus na een heel... Heel sterk 2021 merken we nu en meer verwachtingen naar beneden worden bijgesteld. De verwachtingen zijn recent met 4% naar beneden bijgesteld uh, voor 2022. En met 8% voor 2023. Dus de SP 500, de 500 grootste Amerikaanse bedrijven, hun winsten. Die verwachtingen daarvan die gaan steeds omlaag en omlaag. En wat toch wel heel interessant is dat. Dat maar een korte recessie zou zijn, dat er maar korte pijn zou zijn, volgens vele analisten. Wat merken we hier, dus een grafiek van de voorbije tien jaar? Altijd die winst, die earnings per share van die SP 500. Wat merken we hier dus in het licht paars? Dat we even een diepje gaan krijgen begin 2023, maar nadien dat we een heel sterk herstel zullen krijgen. noemen we soms ook wel een V-shaped recovery van de economie. Dus gemiddeld gezien groeien de winsten met 8% per jaar. Nu, analisten verwachten de komende twee kwartaal dat dat even zal diepen onder nul. In verwachten ze zelfs sterkere groei dan het tienjaarlijks gemiddelde: een groei van 10% voor 2023, voor 2024. Toch wel heel opmerkelijk dat ze een heel sterk herstel verwachten. De tweede consensus. ...is dat defensieve aandelen de play zijn voor 2023. Waarom? Professionals verwachten dus een slechte economie... ...en ook lage rendementen voor de S&P 500. Heel interessant. De voorbije twintig jaar... ...de, de, de professionals die doen altijd hun verwachtingen voor het komende jaar. Die sturen dat uit, die sturen dat de wereld in... ...en dat is altijd vrij hoog. Ze verwachten altijd mooie rendementen voor de beurs. Maar nu is het, het eerste jaar ooit... Dat die professionals voor het komende jaar een negatief rendement voor de beurs verwachten. Dus dat is toch wel heel erg. En niet alleen professionals, maar ook retailbeleggers um, zijn eigenlijk een beetje negatief voor het komende jaar. Wat ziet u hier? Opnieuw die SP 500 sinds 1988. En in het blauw ziet u het aantal weken dat er meer negatief gestemde beleggers zijn dan positief gestemde beleggers zijn. Op basis van wat Op basis van de AAII-indicator in Amerika. Dus hier ziet u, hè, elke week wordt er gevraagd aan beleggers: bent u bearish negatief in het rood of bearish, positief in het groen over de beurs voor de toekomst? En nu merken we dus dat er heel veel stemt dat beleggers uh, negatief zijn dat ze bearish zijn voor de toekomst. En dat is al 35 weken aan het stuk zo dat er meer bears dan bulls zijn. En dat is nog nooit zo lang geweest. In 2020 na de Covid crash hadden we 34 weken. Uh, en zelfs tijdens de grote financiële crisis hadden we veel minder weken aan een stuk zoveel negativisme. En het gevolg van dat negativisme is dat men zegt: "Oké, okay, het ziet er niet zo goed uit voor de beurs. Je moet risico's mijden. Bijvoorbeeld de Arc Innovation ETF. Dat is een ETF groeiaandelen, iets risicovollere aandelen in zitten. En die moet je absoluut vermijden, volgens vele beleggers, volgens vele professionals. Waar moet je dan wel in beleggen voor volgend jaar? Wat zeggen ze ons? Dat is, je moet beleggen in van die defensieve aandelen, zoals bijvoorbeeld een PepsiCo, het bedrijf boven Pepsi. Um, maar ook onder andere boven Doritos. Dat is een heel grote, stabiele speler met heel sterke genereert. Daar moet je wel in beleggen, want dat is defensief en dat kan zelfs in een slechter klimaat goed presteren. Dat zeggen vele professionals ons. Nu, de derde consensus voor het komende jaar is dat de S&P 500 toch wel stilaan aantrekt makkelijker aan het worden is. Op beide heren. Waarom? Dus die... Koerswinstraat, ziet u hier in de grafiek sinds 2012. En wat merken we hier? Na een grote overwaardering vorig jaar, merken we nu dat dat naar het historisch tienjarig gemiddelde is gezakt. Dus de waardering wordt aantrekkelijker voor die bedrijven, waardoor dat we mooiere rendementen mogen verwachten, toch stilaan. En het door de beurs zou zijn dat de inflatie aan het dalen is. We hebben natuurlijk extreem hoge inflatie gehad, wat dat negatief is voor aandelen het voorbije jaar. En wat ziet u hier? Men verwacht dat in alle landen wereldwijd, in alle grote economieën, de inflatie richting dat 2% zal begeven. Lagere inflatie zal ervoor zorgen, zou ervoor zorgen dat centrale banken op langere termijn terug kunnen stimuleren. Dus daarom denkt men ook. Oké, okay, de SP500 is toch wel vrij aantrekkelijk. Dus dat... Oké, okay, okay. okay. consensus, ja? Yeah. Kan even onderbreken. Oké, okay, mensen thuis, uh, ik, heb een, ik heb even een interactie aangezet, een poll, waarbij je kan stemmen op uh, sentiment. Hoe is jouw portefeuille momenteel ingedeeld? Je kunt stemmen op bullish, neutraal of bearish. Als iedereen dat dus snel kan doen, dan kunnen we een beeld vormen van hoe het audience denkt. We hebben nu ongeveer 45 stemmen. Stem maar even op die pol. Oké, okay. er wordt nog een klein beetje gestemd. Ik ga hem bijna stoppen. Oh, oké. Okay. 58... Nee. Oh, oké. Okay. 58% is neutraal, 27% bullish en 15% bearish. Dus uh, ons publiek is toch ietsje meer bullish, maar vooral neutraal. Uh, fijn om te, Interessant om te, om te zien. zien. Ja. ja. Allright, straks komt er nog een andere pol, dus uh, blijf oh, zeker die interactietap in het oog. Oké, okay? Rob gaat nu verder. Oké, okay, super. Dus we hebben juist de drie consensusen besproken. Hè? Dus wat dat beleggers algemeen gezien verwachten van de beurs, hoe dat ze er tegenover staan. Nu, wat is onze visie daar nu juist over? Dat ga ik in deel drie bespreken. Dus de eerste consensus, nog eens herhalen, was: er komt een korte recessie. De tweede consensus is, de place to be is the play voor 2023. En het derde is, de SP 500 is aantrekkelijk gewaardeerd op dit moment. Nu, hoe staan wij daar tegenover? We hebben algemeen gezien de voorbije jaren, toch Dieter en ik, vrij contraire opinies gehad over de markt. En we hebben daar toch wel heel mooi mee gescoord. En we gaan ook deze keer toch wel een paar unieke inzicht te geven hoe dat wij hier juist tegenover staan. Het eerste over die economie, dus we zien hier, hè, we gaan eerst praten over die economie. Gaan we inderdaad een recessie tegemoet komen of niet? Hoe hard gaat die zijn en wanneer gaat die toeslaan? En toch wel iets heel belangrijks om rekening mee te houden is deze grafiek. Wat zien we hier? De ex van Amerikanen. Dus wat is er gebeurd tijdens de pandemie in 2020? zijn er heel veel Amerikanen die dat thuis bleven, want je werd natuurlijk zo dicht opgesloten in het huis, en niet meer gingen spenderen, want er was heel veel angst. En dus die spaarden, die hadden veel meer spaargeld. En daarbovenop kwam nog eens dat de overheid heel veel gestimuleerd heeft in Amerika. En dat zorgt voor deze blauwe lijn, dat er eigenlijk heel veel extra spaargeld, aggregate, excess savings zijn bij de Amerikanen. En dat ging zelfs tot 2 biljoen dollar, 2000 miljard dollar, wat dat natuurlijk een gigantisch bedrag is. En wat zien we hier het voorbije jaar? Dat die savings, dat spaargeld, dus stilaan zijn opgebruikt. Maar we hebben nog altijd een gap, ongeveer 1 biljoen dollar. U, als belegger, indien u de, de cijfers van, de, van de bedrijven die u opvolgt, uh, ja, dat u die blijft opvolgen, dan heeft u misschien gemerkt dat die cijfers relatief toch nog vrij sterk blijven, desondanks dat we toch wel, uh, economisch woelige tijden tegemoet gaan. Waarom is dat? Wij geloven onder andere dat het een grote impact heeft. We hebben zoveel stimuli gehad in 2021 dat we nu nog altijd een beetje profiteren van dat spaargeld van toen, dat nu nog kan worden aangewend door die consumenten. Maar, um, en die consumenten, dus die gaan enerzijds nog altijd veel spaargeld hebben om te gebruiken, en anderzijds gaan ze ook schulden aangaan. Wat ziet u hier? De creditcardschulden in Amerika. Wat merkt u? De voorbije jaar zijn die gestegen van 50 miljard dollar naar bijna 950 miljard. En dat is toch wel de sterkste stijgingen dat we ooit hebben gezien. Misschien zelfs de sterkste stijging ooit. En dat zorgt Natuurlijk voor. Er worden veel extra schulden aangegaan door de consumenten om extra te kunnen consumeren. Dus dat is momenteel nog aan het afspelen en verklaren waarom dat die economie nu nog altijd relatief sterk is. Nu, het is natuurlijk wel risico, creditcardschulden, want daar betalen ze 16% schulden op. Dus dat dit omhoog gaat, hoe meer risico's dat er natuurlijk komen. Niet alleen consumenten die profiteren nog altijd van dat enorm sterk 2021, maar ook bedrijven hebben nog altijd de, de voordelen daaruit. Een heel goed voorbeeld is Toll Brothers. Toll Brothers is uh, een van de grootste um, Toll Je zou denken, de... de de real estate market, de vastgoedmarkt dynamiek, zit in een, in een heel moeilijke periode momenteel. Maar desondanks, wat blijkt dat zo'n Toll Brothers nog altijd 22% omzetgroei rapporteert en nog altijd hele sterke winsten genereert. Toch wel heel opvallend en ik, schron, ik schrok mij ook een ongeluk toen ik dat zag. Maar ik ben dan gaan zien van, ja, wat is nu juist de achterliggende reden? En toen ik dat kwartaalrapport ging door, uh, doorspitten, dan merkte ik dat. Die nieuwe komt dat ze tekenden, met 60% zijn gedaald het voorbije kwartaal. Dus momenteel zijn de, de, de deals die dat ze binnenhalen voor dit kwartaal enorm slecht: een 60% daling. Maar omdat ze nog altijd dat orderboek hebben van 2021, ze hebben nog altijd 9 miljard in orde. Van de voorbije jaren dat ze nu kunnen gaan uh, doen. En dat zorgt ervoor dat de cijfers eigenlijk artificieel nog sterk, st sterker zijn dan dat de huidige marktomstandigheden eigenlijk zijn. Oké? Okay? Dus één, die consumenten, uh, die profiteren nog een beetje van 2021 en ook de bedrijven. Nu, velen denken, oké, okay, die rentevoeten die dat stijgen, dat heeft een negatieve impact op de economie, inderdaad. Hè, hoe hoger de rentevoeten, hoe minder leningen er worden aangegaan om, uh, door bedrijven om te, investeren, om te investeren of door consumenten om te consumeren. En hier ziet u dus de rentevoet historisch gezien van Amerika. Wat merk je hier? Inderdaad, een enorme stijl voorbij jaar uh, van de rentevoeten. Dus dat is negatief voor de economie. Wat ziet u hier? Um, de rentevoet in het paars hier, de rentevoetstijgingen van uh, het voorbije jaar. En dat is dus wanneer dat we die gaan uh, uh, afwegen ten opzichte van andere stijgingen van het verleden. Dus al deze, dan merken we dat dat historisch gezien een van de snelste interestvoetstijgingen ooit is geweest. Het is toch wel heel opmerkelijk. We maken historische tijden mee momenteel. En dat is slecht voor de economie. Maar ik heb even onderzocht wat de juiste invloed daarvan juist is op winstcijfers van de bedrijven. En ik ga dit, uh, het is iets moeilijker, dit grafiekje, maar ik ga het gewoon simpel uitleggen. Ik heb dus onderzoek gedaan. De laatste keer dat de, er uw interestvoet wordt verhoogd door de centrale bank, hoe lang duurt het eer dat uh, de winsten van S&P 500 bedrijven daaronder lijden? En dat zie je hier in deze grafiek. En wat blijkt nu? Het is pas drie maand na de laatste interestvoetverhoging dat die winsten gaan beginnen. Dus sommigen denken: oké, okay, nu de interestvoeten worden heel hard uh, verhoogd en dat is slecht voor de economie. Maar wat blijkt historisch gezien? Het is heel lang eer dat dat zich echt in de economie ging reflecteren. Dus op basis van de verwachtingen van nu, men verwacht dat maart eigenlijk de laatste interestvoetverhoging zal zijn. Dus we kunnen eigenlijk passen dat dat echt een impact zal hebben, echt zal wegen op de economie tegen juli, augustus 2023. Dus ook daar zien we, hè, op korte termijn kan het misschien nog even gaan. En het zal eerder zijn tegen de tweede helft van 2023 dat we gaan afzien. Oké, okay? dat is onze eerste visie op die consensus dat er algemeen is. Men verwacht. Consensus is dat we op heel korte termijn een slechte economie te moeten gaan, maar dat het op lange termijn allemaal heel goed komt. En wij hebben een beetje een andere visie. Op korte termijn kan het even nog iets beter gaan door de bepaalde factoren dat ik juist heb besproken. Maar pas na. Dus tegen de tweede jaren helft van 2023, tegen 2024, verwachten wij sterke daling van de winsten Oké, okay, dan gaan we de tweede consensus bespreken. En dat is defensief is de. Dus je moet defensieve aandelen kopen volgens veel analisten, volgens veel beleggers. Hoe denken wij daarover? Wij denken juist dat het tijd is om wat meer risico te nemen met je portefeuille. Waarom? Deze grafiek hebben we al eens besproken. Iedereen is pessimistisch. En er zijn juist historisch heel mooie koopmomenten geweest. Oké, okay, dus desondanks dat de economie misschien het wat minder zal doen, Heel veel mensen, heel veel beleggers houden daar al rekening mee en dat creëert toch al wat kansen. Wat ziet u hier? Het is onze Beleggers University Opportunities and Risks Index. Um, wat wil dat zeggen? Dat is eigenlijk een index die dat wij gecreëerd hebben, dat allerlei verschillende indicatoren heeft die dat het sentiment op de beurs opvolgen. Dus of dat er veel fear is, angst is in de markt, of dat er veel greed is. Veel hebberigheid is in de markt. Dus hoe lager dat die is, zoals tijdens de COVID-crash, hoe meer angst er dus is in de markt. Hoe hoger hebberigheid. Dus het is heel interessant voor onze studenten ook om die op te volgen in onze opvolgdienst. Want zo kunnen ze weten van oké, okay, we moeten, we, het is interessant om wat meer risico te nemen. Want iedereen is angstig en dat creëert opportuniteiten. Of nu is het, zoals in 2021, het moment om. Uh, wat meer zelfangstig te zijn, wat meer defensief te gaan, want iedereen neemt veel te veel risico's. En wat blijkt nu? In juli 2022, dus deze zomer, hebben we een uh, 1,3 gehad op 100. En dat was dus enorm, enorm vol. We hebben maar drie momenten in gehad dat we zoveel angst hadden in de markt. Dat was eind 2018... Tijd de Great Financial Crisis in 2008 en tijdens de dotcombubble uh, in 2002. Okay? En wat blijkt hier? Elke keer waren dat hele mooie koopmomenten. Angst zorgt voor heel mooie koopmomenten. En het is dus tijd om wat meer, meer risico te nemen, vinden wij toch wel met de portefeuille? Omdat vele van die iets risicovollere aandelen, bijvoorbeeld de groeiaandelen of iets cyclischere aandelen, dat die toch wel heel hard zijn afgestraft door dat sentiment. En ik heb hier ook een screenshot ingestoken van onze cursus van Fundering Beleggen. En wat bespreek ik daar? Ik bespreek daar ook uh, het sentiment heel uitvoerig, hoe je daar als belegger kunt van profiteren. En wat was opgenomen in mei, mei 2022? Toen zei ik zo'n aandeel zoals Hims en Hers. U kent het misschien al als u ons opvolgt. Dat is enorm hard gedaald. Maar de fundamenten waren eigenlijk heel sterk. De drijf publiceerde eigenlijk zeer sterke cijfers. Dus er was eigenlijk het verschil tussen de koers die dat leed onder het sentiment en de fundamenten die dat zeer sterk waren en dat zijn echt de opportuniteiten die dat u als belegger moet grijpen met beide handen. Oké? Okay? Nu er zijn ook aandelen die dat enorm hard kelderen recent en dat zijn ook risicovolle aandelen, maar sommige van die aandelen zijn echte aandelen bedrijven onderliggende bedrijven die dat helemaal niet, uh, niet zijn. Die dat bijvoorbeeld zeer sterke verliezen boeken en alleen maar meer en meer verliezen boeken. Dus echt geen goede business models. En ik had daar als voorbeeld bijvoorbeeld Carvana aangehaald. Opnieuw in mei 2022, discussieerde ik in de cursus waarom. Dat ik vond als het sentiment slecht is, moet je van zo'n hims en echt gaan profiteren. Maar pas ervoor, zo'n rommelaandelen, die mag je niet kopen. Daar moet je voor oppassen. En toch wel heel frappant, als ik het uh, gisteren opzocht, Carvana is sinds dat moment, in mei 2022, gedaald met 84%, want er is een hele hoge kans, nu blijkt, dat het bedrijf uh, bankrupt gaat, dat het failliet zal gaan binnenkort. Terwijl dat in Hims and Hers eigenlijk met 102% sindsdien is gestegen. Sinds dat ik dat besproken had in onze cursus. Okay? Dus dit komt eigenlijk aan: oké, okay, er zijn risicovolle aandelen dat de aandelen zijn, en daar moet u toch wel heel hard voor op. Die mag u absoluut niet kopen, maar er zijn ook risicovolle aandelen die dat gewoon wat volatiel, volatieler zijn, dat u grote kansen heeft om daar uh, door dat zwakke sentiment van te profiteren, om die aan een mooie koers aan te kopen. Ja, Rob, ik ga je even onderbreken. Ja. Ja. We hebben ondertussen weer resultaten binnen van onze interactie. Dus liefste mensen, rechts zal u normaal gezien een tabblad zien staan, interactie. Daar kunt u stemmen op uw verwachting voor 2023. Uh, wat verwacht je van 2023? En ik zie hier dat maar drie mensen een sterke stijging verwachten. En dat we toch wel veel gematigde uh, antwoorden hebben. Dus daarnet was iedereen neutraal. Maar nu zien we toch... Een 50-50 split tussen de 10% stijging en de 15% daling. Dus de meningen zijn heel verdeeld, maar niemand verwacht eigenlijk een, uh, een echte schok of een echte rally. En het feit dat niemand een rally verwacht, dat zou wel nog eens kunnen betekenen dat we misschien wel een rally gaan krijgen. En dat zou natuurlijk heel leuk zijn. Okay. De beurs had Bedankt natuurlijk allemaal van, om te stemmen. De beurs houdt natuurlijk van om mensen te verrassen. Hè? Inderdaad. Allright, we gaan door. Uh, let's go. Ja, yep. dus, um, dus die, die iets risicovolle waarvan dat eigenlijk fundamenteel heel sterk is, daar liggen toch wel heel mooie kansen. Nu, je moet wel er mee rekening houden dat er veel volatiliteit is bij die aandelen en dat je daar die volatiliteit toch wel moet kunnen uitzweten. Okay? Nu, wat blijkt nu? Defensievere aandelen die doen het eigenlijk nog altijd heel goed, desondanks dat we eigenlijk in die berenmarkt zitten, in die slechte marktomgeving. Wat merken we hier, het voorbije jaar, eh, Arc Innovation, dat groeifonds, dat is min 63% gegaan. Onder andere door dat zwakke set dat afgezien. Maar wat blijkt nu, sectoren zoals utilities, consumer staples en healthcare, dat zijn defensievere sectoren, die staan eigenlijk op 0% dit jaar. Dus desondanks al die beursmaleisen hebben die vrij goed gepresteerd. Nu, wat is het gevolg van deze gigantische discrepantie? Dat zorgt ervoor dat eigenlijk die defensieve aandelen nu toch wel heel duur worden. Wat ziet u hier? In het blauw telkens de waardering van de sector op dit moment en in het paars het tienjarige gemiddelde. En wat blijkt nu? Defensieve sectoren, zoals een consumer staples, zijn 22% overgewaardeerd. Zoals utilities... Is 21 gewaardeerd. gewaardeerd. Toch wel op dat al die defensieve sectoren die historisch gezien overgewaardeerd zijn. En anderzijds hebben we sectoren zoals Community Kisses, waar onder andere uh, Meta Platform in zit, of Google in zit, um, of sectoren zoals onder andere Material, Materialen, Grondstoffen, dat die iets risicovollere sectoren ondergewaardeerd staan met min 24, min 26 procent. is dus toch wel heel opvallend. En wij vinden dat defensief dus eigenlijk te geliefd is. En u oppassen voor die defensieve aandelen, daar willen wij u toch wel voor waarschuwen. Wat ga ik hier bespreken? Dat is de drie fases van een berenmarkt. Een dalende marktomgeving. Dat gebeurt in drie fases. Ik heb dat ook al in een YouTube-video van Beleggers' University besproken. Dus het komt u misschien wel bekend voor. Wat zien we hier? Hier dus de grafiek waarbij we de dotcom-bubbel bespreken in het paars. Dus de bubbel, de daling van de aandelen in 2000 tot 2003. En de huidige daling bespreken in het blauw. Oké. Okay. Wat ziet u hier? Amazon, een groeiaandeel van in de jaren 2000, dat crashte met 95% in een paar maanden tijd tijdens het begin van. De jaren. Maar wat merken we nu ook? Heel gelijkaardig, Arc Innovation, die ETF met die groeiaandelen, die crashte heel gelijkaardig als Amazon in de dotcom com op een hele korte periode. Dat hebben we nu meegemaakt. Nu, terwijl dat zo'n Amazon al enorm hard gecrasht was bleef de S&P 500 eigenlijk nog relatief stabiel. Het was pas later dat die verder ging crashen. Dat zien we nu ook, hè, die tweede fase, dat de markt dalen. De S&P 500 is nu wel 19% gedaald, maar dat is nu ook nog niet zo extreem veel. Het is zeker mogelijk, naarmate dat die tweede fase van die berenmarkt zich ontwikkelt, dat we net zoals in de dotcom-bubbel nog een verdere daling daarvoor kunnen meemaken. Maar merk even op, terwijl Amazon in 2001 en 2002 al hard aan het herstellen was, was de S&P 500 nog aan het dalen. Dus dat is toch wel heel opmerkelijk. Dan hebben we de derde fase. Dat zijn de defensieve aandelen. Ik heb hier de Consumer Staples ETF gepakt. Dat is een ETF die dat onder andere uh, McDonald's of PepsiCo of Starbucks, deze bedrijven, opvolgt. Dus heel stabiele bedrijven. Maar wat blijkt nu... Dus in de jaren 2000 tot 2003 bleef ik mooi presteren. Terwijl de SP 500 al hard aan het dalen had, Amazon al enorm hard gecrashed was. Maar op het einde van die berenmarkt was er de fase-berenmarkt. En dat is dat die defensieve aandelen ook in een heel korte periode crashen. Dus dat is toch wel heel belangrijk. Dat is toch wel zeker mogelijk ook nu in deze berenmarkt, dat ook de defensievere aandelen binnenkort kunnen crashen. Dus hou daar een beetje rekening mee. Denk toch eens dubbel na wanneer dat je wordt overtuigd door bijvoorbeeld een krantenartikel dat je die defensievere aandelen moet kopen. Sta erbij dat ook deze kunnen hartalen. Dat zie je hier ook nogmaals. Een aandeel zoals Shell Pepsi en ook zij, de zogezegde defensieve aandelen, zijn in 2002 eerst nog vrij stabiel gebleven tijdens de beren, maar dien ook met enorme hoeveelheden Oké? Okay? Dus daar moet je toch wel bij stilstaan. Wij vinden dat je verantwoordelijk risico moet nemen, dus met je portefeuille over afgestrafte aandelen moet beginnen kopen, omdat het sentiment zo zwak is, en dat je toch wel moet oppassen met die overgewaardeerde defensieve aandelen. Oké, okay, het is wel interessant om wat defensieve aandelen ook in je portefeuille te hebben, maar pas ermee op dat je er niet te hoge waarderingen voor betaalt. Dus het tweede, hè, defensief gay, wij gaan er niet mee akkoord. Wij vinden dat defensief te geliefd is en dat er kansen zijn om agressiever te gaan met je portefeuille. Nu het derde onderwerp is, de SP 500 is aantrekkelijk en gewaardeerd. Daar gaan wij niet mee akkoord. Wij vinden dat de SP500 eigenlijk nog altijd vrij duur is. Waarom? Die koers-winstratio, waar we het zo vaak over hebben, die is eigenlijk vrij gevaarlijk om te gebruiken. Wat meet die uiteindelijk? De prijs van de SP500, 3935 punten, van de winst per aandeel van die SP500. 200 dollar is dat het en die koerswinstratio is momenteel 19,6. En sommige beleggers zullen stellen dat dat eigenlijk niet zo heel hoog meer is, dat dat stilaan voor kansen begint te zorgen. Maar dan moeten we er toch wel even bij stilstaan dat die 200 dollar winst per aandeel wel te betrouwen is, oké? Okay. En daarvoor even deze grafiek erbij genomen. Heel interessant is iemand die ik ken in de industrie die dit gecreëerd heeft de terminal rate earnings per share. Okay. Dus wat zien we hier? Dus de winst per aandeel of earnings per share, de winst van S&P 500 in het blauw, dat schommelt heel hard. Soms hebben we een hele goede economische periodes, soms hebben we eens een recessie. Maar dan zien we, als we daar een gemiddelde trend van nemen, dan hebben we die terminal rate earnings per share in het zwart. En wat blijkt nu, is dat die winsten uiteindelijk soms iets slechter presteren, soms iets beter presteren, maar altijd terug ongeveer naar die trend gaan. En wat blijkt nu? Dat die 200 dollar winst per aandeel dat we het voorbije jaar hebben gehad, veel eigenlijk die gemiddelde trendlijn die dat maar 130 dollar weergeeft. En indien we die gemiddelde trendlijn winsten gebruiken om die koerswinstratio te berekenen. Dan zien we dat die koerswinstratio maar liefst 21, dus eigenlijk heel hoog is. En als we dat vergelijken met historische waarden, die terminal PE ratio, dan merken we dat die waardering nog altijd enorm hoog is en dat dat toch wel wat er zich meeneemt. Okay? Dus heel belangrijk om te verstaan: ook in onze cursusfundering beleggen, hameren we daar ook echt op, dat je die cycliciteit van die winsten daar rekening mee moet halen. Houden. Als de winsten het juist heel goed hebben gedaan, is er een kans dat die terug naar omlaag zullen gaan. Als die winsten het juist heel slecht hebben gedaan, is het een heel mooi herstelpotentieel. Ook noemen we dat wel de Reversion to the Mean. Het herstellen naar het gemiddelde. Heel belangrijk die term voor beleggers om te verstaan. Nu, de S&P 500 is vrij duur in onze opinie, maar er zijn toch ook wel kansen. Wat zie je hier opnieuw niet die waardering van nu in het blauw ten opzichte van het tienjarige gemiddelde in het paars. Maar we hebben niet alleen 100, maar ook de 400 en de 600 erbij gepakt. Wat zijn dat? S&P 500 hebt enkel large caps in zijn ETF, dus dat zijn de grootste Amerikaanse bedrijven. Terwijl dat S&P 400 vertegenwoordigen, de uh, Middelmatige grote bedrijven, dat is denk ik tussen een waarde van 2 miljard en 15 miljard. En de SP 600 zijn een waarde van onder de 2 miljard. En wat blijkt nu, is dat die SP 600 en 400, die koerswinstratio, eigenlijk 40, 43 en 36 ondergewaardeerd is ten opzichte van het tienjarige gemiddelde. Dus de S&P 500 is duur op basis van de terminal PI-ratio en gewoon gewaardeerd op basis van de normale PI of koerswinstratio. Maar die kleinere bedrijven, daar liggen toch wel echt mooie kansen. Nu tweede, waarom dat beleggers toch wel positiever beginnen op lange termijn rendementen, is omdat de inflatie begint te dalen. Nu wij geloven dat die inflatie op lange termijn misschien toch wel hoger kan blijven. Wat zien we hier opnieuw? Die interestvoeten van die centrale bank. En wat hebben we, waar hebben we van geprofiteerd met de beurs de voorbije decennia? Dat was dat elke keer wanneer de uh, economie het slechter deed, dat die interestvoeten kon verlagen. Omlaag. En hier terug omlaag. En dan terug omlaag. En zelfs recent was dat 0%. Okay? Maar als de inflatie stijgt kan het zijn dat men die interestvoeten op lange termijn terug gaat moeten verhogen. En wij geloven wel dat de inflatie gaat terugkeren, de komende maanden dat die gaat dalen, maar op lange termijn zijn we toch wel wat sceptischer over dat verhaal. Waarom? Inflatie kan toch wel stickier zijn, uh, ja, langer, persistenter blijven dan dat vele beleggers momenteel inschatten. Or, onder andere door globalisatie. We hebben natuurlijk de oorlog helaas tussen Rusland en Oekraïne. En dat zorgt ervoor dat er een schaarste is in grondstoffen. Uh, en dat, uh, dat zorgt ervoor hè, dat uh, de prijzen beginnen te, daal, uh, te stijgen, onder andere voor energie, voor olie, voor gas, maar ook voor andere materialen. Dus de prijzen stijgen door die deglobalisatie. En dat kan op lange termijn, als het zich voortzet, dat er veel inflatie gaat blijven met werkkrachten werkkracht, die dat de inflatie omhoog doet schieten. Belangrijk is de wage-price spiral. Dat is eigenlijk een theorie die dat zegt. wanneer dat er hogere lonen zijn, dat zorgt ervoor dat bedrijven die hogere lonen um, gaan. gaan um, dat dat gaat zich verder zetten in hogere prijzen. dat ze vragen aan hun klanten. Maar die hogere prijzen die zorgen er weer voor dat werknemers hogere lonen willen. En dat is eigenlijk een spiraal die dat zich kan inzetten. En heel belangrijk, ondanks dat de inflatie recent gedaald is, blijven die lonen in Amerika recent stijgen. Dus dat is toch wel een gevaar. Dat dat uiteindelijk zal zorgen dat de inflatie hoog zal blijven. Dan ook nog, de vergroening van de economie is natuurlijk iets heel positiefs, maar het is wel iets enorm duur. En dat is natuurlijk inflatie, dat kan ook voor meer inflatie zorgen. We moeten ermee rekening houden. Oké, okay, we verwachten een diep van die CPI van de inflatie op korte termijn, maar we moeten ermee rekening houden dat we nadien terug een stijging kunnen zien en dat we net zoals in de 70 een stijgende klus van de inflatie zullen meemaken. Mee, uh, en ook de interestvoeten zullen daardoor moeten stijgen. Dus we zullen niet meer, moest dit het geval zijn, profiteren van lagere interestvoeten constant, maar misschien een nieuwe cyclus tegemoet gaan van hogere interestvoeten. Wat kan er dan gebeuren? Hier hebben we dat ook meegemaakt in de jaren 70. En wat gebeurde er toen? De SP 500 heeft toen tien jaar niets gedaan. Is op tien jaar tijd slechts 16% gestegen. Maar het is niet allemaal doom en gloom zoals het misschien nu lijkt te zijn. In dit scenario kan je ook als belegger nog altijd goed presteren. De S&P 500 zal dan misschien wel zwak presteren als de inflatie hoog blijft en de interestvoeten stijgen. Maar als we terugkijken naar de jaren 70, blijkt dat bijvoorbeeld Berkshire Hathaway, het fonds van Warren Buffett, een van de bekendste beleggers ter wereld, dat dat in tien jaar tijd nog altijd met 223% is gestegen. Dus zelfs in zo'n inflatoire periode kan je nog goed presteren, maar we zijn dan wel wat sceptischer over zo'n P500, over een index. Dus actief beleggen wordt dan belangrijker. Okay, dus dat was het derde puntje. Hè. De SP500 is aan, daar gaan wij niet 100% mee akkoord. Wij vinden de SP500 nog altijd duur en er zijn nog altijd die inflatierisico's. Waar dat wij wel kansen zien in die small caps, die kleinere bedrijven en de aandelen die dat inspelen op die deglobalisatie en daarvan zullen profiteren. Daar zullen we straks nog een tip over geven. Oké okay, Dieter, ik denk dat terug uw tour is. Ja, oké. Okay, Robbe, wauw, wat een uh, uiteenzetting. Heel mooi gedaan. Ik denk dat de mensen er wel van genoten hebben. Uh, ik ga ook weer terug mijn uh, scherm delen. Uh, dus uh, om even samen te vatten. De consensus is dus, er komt een korte recessie. Wij denken dat de economie nog even oké okay zal zijn, nadien misschien in zwaardere problemen kan komen. Uh, defensief is de play denken veel beleggers momenteel, maar wij denken dat defensief overgewaardeerd is, dat daar eigenlijk geen rendement mee te verdienen valt, waarschijnlijk de komende jaren, en dat er kansen zijn om in te spelen op agressieve, maar kwaliteitsvolle groeiaandelen. S&P 500 is volgens velen al aantrekkelijk. Wij denken dat die ETF mogelijk een lange periode zijwaarts zal bewegen, waardoor je moet gaan kijken naar kansen in de small caps en mid caps, en vooral de globalisatie plays. Waarover wij dan ook straks een interessante kooptip zullen geven. Oké. Okay. Dus mooie rendementen genereren wordt niet zo makkelijk als in het verleden. Er zijn kansen te vinden, maar actief beheren wordt zeer belangrijk. Dat is eigenlijk onze algemene visie. En veel zal afhangen van de centrale banken en van die inflatiecijfers en hoe men dan zal reageren. Uh, de, de, de centrale banken hebben dus een zeer moeilijke opdracht om alles terug te normaliseren. En om ook de economie te kunnen stimuleren achteraf. Goed, nu een kleine pauze. Iedereen kan uh, iets gaan aan om te drinken of even naar het toilet gaan. En na deze kleine pauze gaan we beginnen aan onze beurstips. Uh, intussen tijd wil ik even reclame maken voor onze cursus uiteraard. En ik ga jullie eigenlijk tonen aan de binnenkant hoe onze cursus eruit ziet. Want ik weet dat veel mensen dat nog niet gezien hebben. Uh, onze fundering beleggen cursus bevat dus een volledige videocursus, zelftest, PDF-download calculatiesheet om zelf aandelen te analyseren. En na het afstuderen krijg je twaalf maanden de privé telegram groep, met onze beste tips en advies, een wake-up en dergelijke meer. Je kan ook een mentoring call met ons inplannen, en momenteel dus aan 40% korting. En ik zal jullie eens tonen hoe dat er van binnen uitziet, onze cursus. Ziezo, uh, zo. Ik zal eens even inloggen misschien, geef me een secondje. Terwijl ...iedereen iets haalt om te drinken. Courses. Uh, Oké, okay, ik ben hier eindelijk. Dit is eigenlijk de binnenkant, wat je dus te zien krijgt. Uh, we gaan eerst de basiskennis bespreken... ...om te aandelen, zodat je gewoon een goede basis hebt om verder te gaan... Dit is misschien te gemakkelijk voor mensen die al een tijdje beleggen, maar nog altijd zeer nuttig om te herhalen. Dan bespreken we de juiste mindset, bespreken belangrijke beleggersfouten, uh, waar het beter kan, wat wij ook gezien hebben tijdens onze beleggingscarrière, wat we veel retailbeleggers zien fout doen. Dan bespreken we welke broker wij verkiezen. En dan gaan we eigenlijk dieper gaan en bedrijven analyseren, uh, samen met Robben. En dan op het einde kijken we nog eens naar uh, winstuitkeringen, dividenden. Hoe kan je voorspellen of een dividend veilig is? Hoe kan je uh, voorspellen of een dividend verlaagd zal worden? Hoe kan je een dividendportefeuille samenstellen met maandelijkse inkomsten? En dan nog een paar bonusvideo's. Uh, Omtrent ETF's, passief beleggen. Hoe denken wij daarover? Enkele praktijkvoorbeelden van mezelf tijdens mijn analistencarrière. Insider aankopen, dat is Robbe zijn expertise. Robben toont je dan exact welke website je kan gebruiken om insider aankopen te vinden. En straks komt er een beurstip. Met zeer veel insider aankopen. Dus dat wordt zeer interessant. En dan nog een extra video omtrent ID generation. Hoe dat je soms op de beste beleggingsideeën kunt komen. En dan op het einde kan je de mentoringcall inplannen. En lid worden van onze opvolgdienst. Dus dat is eigenlijk het pakket. Als je daarin interesse hebt, join de club. Ik denk dat er veel mensen uh, momenteel kijken. die ook student zijn bij ons. En uh, voilà. Als jullie tevreden zijn, laat het dan zeker weten in de comments. Uh, voilà. Dat was onze. Kleine intermezzo. Horen jullie momenteel mij goed? Uh, ik hoor iemand zeggen dat er een echo is op het geluid. Of is het geluid goed? Bij, bij mij is uw geluid goed, Iter. Dus, uh, Oké, okay, perfect. Is alles in orde. All right. Geweldig. Top dat iedereen uh, reageert. All right, gasten, we gaan erin vliegen. Hè. Het is tijd voor de beurstips. Are you ready? Beurstips voor 2023. Ik ga. Als eerste gaan. En mijn eerste tip is VFC. Oké, okay. ik ben hier weer met mijn kledij aandelen. <laughs> ik sta er ondertussen een beetje voor bekend dat ik uh, wel eens terug inspelen op zo'n cyclische bedrijven. Uh, de VFC, momenteel een beurswaarde van 11 miljard. Beurskoers 26 dollar. Het is dus een kledingbedrijf. En dit bedrijf heeft een heel interessante merkenportefeuille. Men heeft vans, uh, schoenen dus, de North Face, winterjassen... Timberland, schoenen, winterkledij ook. Dickies is vooral bekend in Amerika voor werkkledij. Dan hebben we Eastpack, heel bekend bij de jeugd uh, voor boekentassen en kledij ook. Jan Sport is ook voor jeugdkledij vooral. Kipling, ook boekentassen en, en dat soort to toestanden. Napa is ook bekend van die jassen met die uh, Noorse vlag op. Smartwool uh, is uh, ook winterkledij. En dan hebben we nog Supreme. Uh, Supreme is een... Uh, een luxury brand meer vooral bekend in New York en in uh, steden, dus een beetje urban streetwear. Maar dus uh, Wall Street houdt normaal gezien van dit aandeel, omdat men een heel gespreide uh, portefeuille heeft van Kledij. En als een van de merken het minder goed doet, dan zal een van de andere merken het beter doen. En uh, de afgelopen jaren hebben zij veel van hun merken ook uh, verkocht en afgesplitst. Men heeft Wrangler verkocht en Lee. Men heeft ook het, het uh, werksegment verkocht. En desondanks al die verkopen en spin-offs heeft men eigenlijk toch wel uh, de andere merken kunnen doen groeien. En ik vind dus ingezet meer op die direct-to-consumer brands. En zien we dus dat die omzet relatief hoog gebleven is. Uh, ook uiteraard in 2020 was er een dip met COVID. Maar die omzet is eigenlijk heel, allee, altijd boven de 10 miljard gebleven sinds 2013. Dus door dat stabiele aspect en minder cyclische aspect. Kijk, in 2008, 2009 ook. had men eigenlijk geen uh, omzet. Daling was Wall Street echt wel van dit aandeel, maar dat is dus recent veranderd. Dus als we dan kijken naar de vrije kaststroom van dit bedrijf, zien we dus uh, aan de onderkant van de range ongeveer 582 miljoen vrije kaststroom. In het midden 880 miljoen en in heel goede jaren 1,5 miljard. Maar ook hier zien we, eigenlijk is het bedrijf consistent uh, vrije kaststroom positief, wat ook een teken is van sterkte. E-bitmarge vertelt eenzelfde verhaal. Heel mooie, consistente cijfers. Dus de winstgevendheid blijft ook mooi op punt. In 2020 was er een dip, maar sindsdien terug uh, mooi stabiel. Goed. Dus wat is er dan recent gebeurd? Waarom is het aandeel zoveel gedaald? Wel, de CEO heeft eigenlijk meermaals na elkaar de prognose moeten verlagen. En eerst zei hij dat het aan de wisselkoersen lag. Maar daarna heeft hij toch moeten toegeven dat het aan de ja, operationele activiteiten lag. Minder vraag uh, naar de kledij, naar de producten. En de CEO kon ook niet echt inspireren met zijn verhaal voor de komende jaren op de Investor Day. Dus eigenlijk al bij al, uh, die CEO is recent vertrokken, eind oktober. En eigenlijk vind ik dat heel positief. Want eigenlijk heeft hij VFC niet echt doen groeien de afgelopen vijf jaar. Als we kijken naar die omzetcijfers, hij is er niet in geslaagd om echt een uh, groei te vertonen. Goed. Dus we gaan in 2023 een moeilijk retailklimaat in. De markt voor kledij zal lastig zijn door die kleine recessie waarschijnlijk. Uh, maar positief kan zijn dat COVID heropent. Hè. Dus ik bedoel dat China heropent en dus die covid policy afbouwt. Um, dat zijn positieve rugwinden. Maar er is één groot probleem, en dat is het dividend. Uh, dividend kost momenteel 774 miljoen per jaar. De vrije kaststroom momenteel, zoals we gezien hebben. Dat raakt zo'n 600 miljoen. Dus dat dividend kan mogelijk in de problemen komen. En mijn verwachting is dat er dus een nieuwe CEO zal komen binnenkort. En die zal het dividend schrappen of verlagen. En als dit gebeurt, dan moet je klaarstaan om VFC te kopen. Want ik denk dat dit een katalysator zal zijn voor de koers om eerst hard te dalen. En dan moet je dus kopen. En dan daarna zal de business teruggroeien en herstellen. En dan zal Wall Street terug gaan houden van dit bedrijf. als dat groeiprofiel terug naar boven komt. Want onderliggend heeft de VFC wel echt goede merken. Bijvoorbeeld de North Face is uh, op 20 jaar tijd gegroeid van 200 miljoen omzet naar meer dan 3,3 miljard. En Vans is gegroeid van 400 miljoen naar 4 miljard. Dus ook maal 10. Dus men heeft goede merken in portefeuille. Het is gewoon een kwestie van een beetje terug momentum te krijgen in die brands, uh, in die business. En dus een nieuwe CEO is altijd te goed voor zo'n bedrijf. En als de dividend dan geschrapt wordt, is het tijd om te kopen. Goed, dus het aandeel staat momenteel heel goedkoop volgens mij. En we zien dat ook aan deze grafiek, de price-to-sales ratio. Dat is de koers gedeeld door de omzet. Momenteel 0,9, historisch gezien heel goedkoop. Vroeger betaalde men vier keer de omzet voor dit aandeel. Nu zitten we bijna op het niveau van 2008-2009. Uh, het aandeel kan nog ietsje lager gaan, dus rond 0,6 is de laagste ooit. Dat is dus als het dividend zou geschrapt worden, dan kan dit dus gebeuren en dan moet je dus zeker en vast kopen. Wat zagen we recent ook bij VFC? De insider aankopen zijn aan het toenemen. Uh, op 9 december en op 13 december waren er recent nog aankopen. Maar ook al in augustus zien we mensen kopen aan prijzen rond 40 dollar en 28 dollar. Dus de insiders vinden dit bedrijf ook zelf aantrekkelijk. En als je nu niet koopt, dan, uh, ja, dan moet je nooit kopen, basically. Dus mijn eerste scenario voor dit aandeel is, VFC kondigt een nieuwe CEO aan met veel ervaring, de cijfers zijn mogelijk iets beter dan verwacht, en China heropent, dat kan leiden tot een koersstijging naar 35 dollar binnen drie maanden. Excuseer. Dus het aandeel kan dan makkelijk herstellen. Nu, als het allemaal wat langer duurt, dat is dus het tweede scenario, dan wordt het eerst allemaal een beetje slechter, het duurt langer om de nieuwe CEO te vinden. Er is een recessie, margedruk, dividend wordt verlaagd. Al die factoren zorgen voor nog meer pessimisme. En uh, de koers daalt. Oké. Okay. Dan gaan we dus naar 20 en dan is dus het ultieme koopmoment niet twijfelen. Dus mijn advies is: zet VFC zeker op de kooplijstje in 2023. Je kan nu al beginnen inschalen en aandelen beginnen kopen, maar het ultieme koopmoment kan dus nog ontstaan tijdens het jaar. En dat zie ik potentieel tot zeker 40 uh, dollar. Nu, hoe kan je dat bespelen? Zoals ik net al zei, ofwel koop je gewoon aandelen, ofwel werk je met opties. En er zijn een paar leuke structuren die toch wel wat geld kunnen opleveren. Als je, als je denkt dat scenario 1 kan gebeuren, dan koop je bijvoorbeeld de 30 dollar februari call-opties. Oké, okay, dus 30 dollar is de strike price. En februari 2023 de vervaldatum. Die kosten nu maar 0,85 dollar. Dus als de koers dan naar 35 gaat, boek jij bijna 500% rendement. Dus iedere 1000 euro, uh, daar boek je bijna uh, 4800 euro winst op. Dat is natuurlijk voor mensen die ervaring hebben met opties. En daar komen we later in 2023 op terug in onze Next Level Beleggen cursus. Scenario 2, je wacht nog even tot de daling naar 22 dollar. Dan kijk je hoe goedkoop die call-optie staat. En dan koop je die met Strike 30 of Strike 35. Als je dan inspeelt op een herstel, want die call opties gaan dan heel goedkoop zijn en dan kan je misschien een heel goede zaak doen. Oké, okay. okay, dus dat is de eerste tip. Uh, ik ga nu de poll activeren. En dan moeten jullie stemmen of jullie de tip goed vonden of niet, en dan is het uh, aan robben. Oké, okay, dus ik ga even stoppen met mijn scherm te delen. Ik ga hier de pol activeren. Interacties. Uh, VFC start de poll Dus nu moeten jullie stemmen op een schaal van 1 tot 10. Hoe leuk of hoe goed vond je de tip? En straks is het aan Robben. Oké, okay, we zien een paar, paar mensen zijn geen fan van retail, duidelijk. We zien ook al een paar mensen die er wel zin in hebben. Dus uh, iedereen die kijkt, kan nu stemmen. Ik heb ondertussen uh, mijn, mijn tweede tip ook al uh, klaargezet. Ja, prima. Oké, okay, we gaan niet te veel tijd verliezen. We gaan naar de tweede tip. Dus ik ga de poll sluiten. Mag ik in mijn tip vliegen? Ja, start maar. Allright, top. Um, dus de tweede tip, hè, straks al zei, er zijn toch wel grote kansen in aandelen die dat inspelen op deglobalisatie. Wat wil dat juist zeggen, deglobalisatie? Vroeger, de voorbije decennia, hebben we meer en meer gehad dat landen meer gaan globaliseren. Dus meer bijvoorbeeld delen van hun productie gaan uitbesteden naar China, naar Rusland, naar Taiwan. Enzovoort, enzovoort. Maar nu door die geopolitieke spanningen begint dat meer en meer om te draaien. En bijvoorbeeld ook voor energie willen we steeds meer en meer afhankelijk zijn van onze eigen interne productie. En dit aandeel dat ik u ga brengen, dat speelt daarop in. Dat zal daarvan profiteren. Um, het is een beetje een aandeel uit mijn comfortzone ook. Maar desondanks vind ik het gewoon enorm belangrijk dat je met je portefeuille toch wel wat. Uh, Blootstelling hebt aan die degalisatie dat je daarop inspeelt. Want dit is volgens mij toch wel een belangrijke trend om niet uit het oog te houden. Dus mijn aandeel is Cathedral Energy Services, ticker CET. Dat is, op de, uh, dat is een um, Canadees aandeel op de Canadese markt, de TSE, kan u die het best kopen indien u daar interesse zou in hebben. Wat is het bedrijf? Het bedrijf is een heel klein bedrijf, hè? een beurswaarde van 270 miljoen dollar. Het heeft een koers van 1,18 Canadese dollar. Het zit in de energy-industrie. En het is meer specifiek de Canadese marktleider in Directional Drilling Services. Nu, dat zegt u misschien niet zoveel, dat is logisch. Ik zal het u uitleggen wat ze juist doen. Cathedral is eigenlijk een producent van de high-performance Mud Motors. Dat kan worden gezien als de high-tech. Afdeling van de energie. Wat doen ze? Zij produceren dus zo'n motoren die dat gebruikt worden in drilboren um, om echt efficiënt, effectief uh, olie en gas uit de grond te kunnen halen. Het gaat vaak over drilboren die dat honderden of zelfs duizenden meters diep moeten boren. Dat is allemaal heel delicaat en het is dus heel belangrijk om. Ja, goede technologische producten daarvoor te verkopen en verhuren deze motoren daarvoor. Ze hebben ook MWD, Measurement While Drilling. Dit is een, een soort van GPS-systeem dat ze op deze drillboren zetten. En door dat GPS-systeem kunnen ze eigenlijk zien, kunnen ze eigenlijk inschatten en aanpassingen maken waar dat ze juist moeten boren en drillen om zo efficiënt mogelijk die energie te halen. Zij hebben een marktaandeel van 24% in Canada, zoals u hier kan zien in die motoren, en 6% in Amerika. Dat is recent gebeurd. Dus u zei het ook, de koers uh, is heel volatiel geweest. Waarom is dat? Het, was, het bedrijf was eigenlijk bijna failliet. Waarom? Omdat er een sterk dalende markt was in de energiesector tussen 2014 en 2020. En daardoor was er gewoon enorm weinig vraag naar bordelen, Want er was overcapaciteit in de vorige stiermarkt. En uh, door die, lage, energie, um, door die energie, lage energieprijzen was er dus weinig interesse nog in die producten. Maar wat gebeurt? Dus we hadden uh, in 2020 de COVID-crisis, wat dat enorm slecht was, ook voor deze bedrijven, maar dan zijn we dus begonnen met de nieuwe stierenmarktindustrie. En we hebben dus nu ook in 2021, in het begin van die nieuwe stierenmarkt, een volledig nieuw management met heel veel ervaring aangeworven. En dat management heeft veel aandelen gekocht in het bedrijf zelf, waardoor dat ze nu 24% van het bedrijf in handen hebben. Dat is positief voor ons als aandeelhouders, want dat wil zeggen dat zij ook heel veel baat hebben in stijgende aandelenkoers. Dat is mooi om te zien. En dat management heeft dus nieuw kapitaal op, uh, opgenomen, heeft nieuwe schuld, uh, nieuw aangegaan. Zij hebben met dat kapitaal en die schulden ook enkele goedkope overnames kunnen doen, want die sector, daar waren gewoon heel veel kleine bedrijven die zelf bijna failliet waren. De cent, he, door dat iets risico, meer risico te nemen tijdens dat echt slechte... Uh, sentiment in 2020, hebben, zijn ze nu extra aan het profiteren van, die herstel, van dat herstel in die energiemarkt. En nu is Cathedral eigenlijk een van de grootste spelers. Samen met PHX en Schlumberger hebben ze 65% marktaandeel in die motoren. En zij zijn dus een van de grootste spelers die dat mogelijk nu op het begin van deze nieuwe stierenmarkt heel hard gaan profiteren van een positieve, uh, positieve markt. Omgeving. Wat zien we hier? De, in, bovenaan de energieprijzen, de olieprijzen en onderaan zien we de gasprijzen, allebei sinds negen, in de, eind de jaren 90 tot nu. Wat zien we dus? Tot 2014 was er een enorme stierenmarkt in die energiemarkt. Dan tussen 2014 en 2021 een dalende markt en nu recent lijken we aan het begin te zitten van een nieuwe sterke marktomgeving. Hogere energieprijzen, wat dat ervoor zorgt dat ook zo'n bedrijven zoals Cathedral meer vraag zullen hebben naar hun producten. Maar wat gebeurt er wanneer dat die energieprijzen dus beginnen te stijgen, zoals recent? Op het begin gaan die grote energiebedrijven, denkbaar aan een Shell of een Total, die gaan eerst hun schulden afbouwen en die gaan eerst denken aan hun aandeelhouders, een dividend betalen, aandelen inkopen enzovoort. enzovoort. En pas later, wanneer dat die, markt, die sterke marktomgeving blijft voortzetten, pas dan wordt er eigenlijk gedacht aan uitbreiding van de capaciteit. En daarvan, dus pas later in die cyclus, dan gaat echt zo'n bedrijf zoals Cathedral heel hard profiteren. Wat zien we hier? De capex, de capital expenditures, de uitgaven uh, die dat worden gedaan voor zo'n machines te kopen, voor zo'n motoren open. Wat merken we hier? De uitgaven in de vorige uh, super positieve marktomgeving uh, in de energiemarkt. Daar zagen we dus stilaan, jaar op jaar, een stijging van die uitgaves. Hoe verder dat die stierenmarkt zich ontwikkelt, hoe meer dat er wordt uitgegeven in CAPEX. En nu zien we dat dus ook. Hè, we zitten nog maar aan het begin. Dus nu is momenteel de CAPEX nog vrij laag. Maar we verwachten dus dat de komende jaren er meer en meer zal worden uitgegeven. Aan bijvoorbeeld motoren. Wat heb ik hier nog ingestoken? Twee interessante grafiekjes. Het eerste zijn de uh, reserves van Amerika. Nu recent uh, wou Amerika dus die olieprijzen drukken door hun reserves op de markt te gooien. En dat zorgde een beetje voor druk in die olieprijzen, zoals u hier kan zien. Maar we zitten nu met die reserves aan een niveau dat we niet gezien hebben tot sinds de jaren 80. Dus die die druk op die stil stilaan verdwijnen. Dus dan kunnen we terug meer stijgende olieprijzen verwachten. Wat zien we hier ook nog? Een heel belangrijk grafiekje voor Cathedral. Het aantal olie- en gasbooreilanden in Amerika. Wat zien we hier? Dat was 2000 tijdens de voorbije, voorbije uh, bull cycle. Tijdens de voorbije stierenmarkt. Van de energie. Maar nu zijn we dus een beetje beginnen stijgen, want het wordt steeds interessanter om meer en meer te boren, want de prijzen gaan omhoog. Maar we zitten nog altijd maar rond de 700, zowel de vorige top daar in die bull aan 2000 zat. Dus er is nog heel veel voor nog meer booreilanden en dus nog meer vraag naar die motoren van Cathedral. Nu, hoe zien die cijfers van Cathedral eruit? Als je er zou, uh, naar kijkt, dan zou je denken dat het ja, een van de zotste groeiende bedrijven eigenlijk ter wereld is. De omzet steeg met 400%, van 20 miljoen naar 107 miljoen, het voorbije kwartaal op jaarbasis. En de winst steeg met 2000%, van 4 miljoen naar 8 miljoen. Heel belangrijk, het is ook echt een free cashflow machine, hè? die uh, Cathedral services. Nu, dit is slechts het begin, want er worden nog steeds overnames gedaan door Cathedral. Plus, daarbovenop hebben we die positieve marktomgeving. Hoe verder we in die cyclus gaan, hoe meer CAPEX-investeringen er gebeuren en hoe meer vragen er dus zijn producten. Voor volgend jaar wordt er verwacht dat er een verdubbeling nogmaals is ongeveer van de omzet. en Ook de EBITA zal opnieuw bijna verdubbelen, de winst zal opnieuw bijna verdubbelen. En desondanks die recente overnames zijn netto schulden eigenlijk helemaal niet zo hoog bij Cathedral. 0,8 keer de EBITDA, dus de schuldratio van 0,8, is helemaal niet hoog. Wat wil dat zeggen? Het is een gezond bedrijf en er is eigenlijk heel veel ruimte om in de toekomst een heel mooi dividend uit te betalen met die sterke winsten, met die sterke free cashflows, of anderzijds nog meer overnames te doen, waardoor die groei nog sterker kan zijn. Dus wat verwacht ik nu concreet? De waardering is momenteel twee keer die EBITA, als je goed zou hebben opgelet, had je dat ook al kunnen berekenen. Twee keer de EBITA is gewoon enorm laag. Als we kijken naar bijvoorbeeld die grotere Humberger, die staat momenteel gewaardeerd aan tien keer de EBITA. Waarom is dat? Cathedral is nog een kleinere speler en er is momenteel nog niet zo heel veel vertrouwen in die energiemarkt. Maar ik verwacht dat dat zal verbeteren en dat dus ook die kleinere spelers zullen omarmd worden door beleggers in, de ko in het komende jaar. Ik verwacht een stijging van 1,2 tot 1,9 het komende jaar. Maar er is, zowel op basis van die waardering als op basis van die groeiperspectieven, eigenlijk nog veel potentieel nadien. Oké, okay, dus dat is eigenlijk een aandeel dat ik vind dat heel interessant is om aan te kopen. Nu hou er rekening mee, het is wel een klein bedrijf. Het is toch al vrij risico. Maar ik vind het gewoon heel interessant om toch een kleine positie in te hebben. Met heel mooi opwaartse potentieel. Indien die energie bull market zich zal voortzetten. Oké, okay, Dieter, dat was het. Beste mensen, heel mooie tip van Robbe. Tijd voor een poll: Cathedral Energy. Wie gelooft er nog in energie? Laat het ons weten. Nu is het moment om te stemmen. Met de olieprijs kan er van alles gebeuren. De Saudis haten het Westen de laatste tijd en zijn geen fan van meer olie op te pompen. Dus ik geloof ook wel in een hogere olieprijs voor langere termijn. Oké, okay, de meningen zijn heel verdeeld. Gemiddeld zitten we rond de 8, 7. Negen ook wel redelijk veel eigenlijk. Gaat mooi. Oké. Okay. Goed. Iedereen kan stemmen bij interacties. Nu is het moment. We sluiten de poll bijna. Oké. Okay. Toch wel veel mensen overtuigd van Robben zijn tip en een paar mensen haten. Energie als beleggingsthema. All right, we gaan verder met de derde tip. Goed, ik ga mijn scherm delen. All right, beste mensen, mijn derde tip, of mijn tweede tip beter, is uh, een fitnessketen beter dan basic fit. All right. Dus uh, de naam van het aandeel is uh, Exponential Fitness, ticker XPOF vind je op de beurs in Amerika. Beurswaarde heel klein, dat maakt het ook interessant. Dat wil zeggen nog veel groeipotentieel. Beurswaarde momenteel 1 miljard dollar. Het is een fitnessketen met franchise model. Franchise model wil zeggen dat zij zeer weinig kapitaaluitgaven hebben, want andere mensen kopiëren hun model eigenlijk en zij moeten hun daarvoor betalen. Dus ze krijgen eigenlijk royalties en passieve inkomsten. Ze hebben al 2500 studio's ongeveer. Sterke merken uh, binnen die fitnessketen. Club Pilates, stretchlab Rumble, waar mensen kunnen boksen. Rowhouse is gefocust op roeimachines. Yoga Six, Yoga en uh, Pure Bar en Cycle Bar. Cycle Bar is voor uh, wielrennen, yoga en dergelijke meer. Dus uh, zeer populair in Amerika vooral en in Japan. Dus je ziet, het is de grootste franchiser. In de boutique fitness-industrie, men heeft meer dan 2.000 units al, ondertussen al 2.500. In deze grafiek staat 2.200. Um, ze hebben meer dan 600.000 betalende abonnees in Amerika, en ze hebben ook meer de duurdere klasse dat ze aanspreken. Dus je weet, fitness kan ook recessiegevoelig zijn, maar zij focussen op members met high income uh, die ook meerdere studios zich op abonneren. Dus dit zijn allemaal verschillende onderdelen van bijvoorbeeld één fitness. En dan heb je vrouwen die dat yoga doen, maar ook stretchen en ook pilates. Dus die hebben dan drie abonnementen binnen één studio of één fitness. Okay. Dus ze hebben ongeveer 1 miljard system-wide sales. Maar dat is dus over heel het bedrijf bekeken. Maar wat zij effectief verdienen, is die 223 miljoen. Dat is dus die franchise-inkomsten. Dat is dus 20% van de omzet ongeveer dat ze passief verdienen... En ze hebben daar een heel mooie EBITDA marge op van 61 miljoen. En je ziet er al aan de groeicijfers dat ze dus heel hard groeien. Nu, wat maakt hun zo uniek? Dat is eigenlijk dat zij trekken constant ondernemende mensen aan. om voor hun die fitnessen te gaan uitbouwen en gaan op te bouwen, eigenlijk. Dus het is heel interessant als je een ondernemer bent. om een franchise te starten via Exponential Fitness. Want elke ochtend, als je als ondernemer moet opstaan. en zelf naar je bedrijf moet gaan en je fitness moet runnen. en je steekt de sleutel in de deur. Dan sta je er eigenlijk niet alleen voor, want ze hebben de steun van heel Exponential Fitness, de corporate die achter hun staat. En daarom werkt die franchise heel goed. De ondernemer moet dus 350.000 ongeveer zelf investeren in de fitness. En er wordt verwacht dat de gemiddelde Exponential Fitness Studio ongeveer 500.000 omzet draait binnen de twee jaar. En het duurt zo'n 6 tot 12 maanden om die omzetpiek te bereiken. Dus eigenlijk kan een ondernemer zijn, zijn investering terugverdienen binnen 2,5 jaar. Men heeft ook heel mooie marges. Dus daardoor, door die sterke economics, uh, is Exponential Fitness heel geliefd bij ondernemers om via hun een uh, fitness te openen. Je ziet dus hier de verspreiding. Ze hebben zeer veel gyms in de USA. En men verwacht eigenlijk dat er in Amerika alleen al het potentieel is om tot 8000 uh, studios te gaan. Momenteel heeft men er dus 2500. Dus nog altijd heel veel groeipotentieel. En internationale groei, daarom ik men momenteel men daar 266. Uh, open studio's en men gaat richting de 1000 gaan. Dus heel veel groei in het vooruitzicht nog altijd. Hier ook weer die, die, die omzetcijfers stijgen fantastisch kwartaal na kwartaal. En dat is het soort van aandeel dat je wil hebben in dit klimaat op de beurs. Wanneer dat alles zijwaarts beweegt, dan wil je eigenlijk een aandeel hebben dat geweldig goed kan presteren door die onderliggende sterke groei. En als we meer units openen, dan kan dat ook leiden tot hogere omzet in 2023. Okay. Dus Exponential Fitness, voordelen: sterke groei, duidelijk momentum. Beste in de sector van de fitnesscategorie, maar men heeft ook een onderwaardering ten opzichte van de sector. Een grote concurrent in Amerika is Planet Fitness. Ze hebben een koersomzet van 8, en Exponential Fitness heeft een koersomzet van 4. Dus nog altijd ondergewaardeerd, maar wel beste groei in de sector. Recent boekten we het eerste winstgevende kwartaal. Uh, ook positief, dat willen we eigenlijk in deze tijden, uh, winstgevende bedrijven. En veel groei verzekerd, internationaal, maar ook in de USA. En door dat franchise-model kunnen we ervan uitgaan dat men weinig investeringen moet doen, maar wel hoge cashflows genereert en hoge marges heeft. Dat is wat we willen. Dus hoe kan je dit bespelen? Je kan de 22 dollar 50 cent call-opties kopen met een expiratie in april. Dit kost u momenteel 2,7 dollar per contract. Contract is 100 aandelen. Dus als het aandeel 50% zou stijgen de komende vier, vijf maanden. Dan boek jij 300% rendement. Je kan ook gewoon aandelen kopen voor de langere termijn. Het groeipotentieel is daar zeker aanwezig. En uh, als je vergelijkt met Basic Fit, Basic Fit heeft heel veel kosten en zij zijn heel kapitaalintensief, want zij moeten al die fitnessen die ze hebben zelf gaan openen en uitbaten. Uh, die hebben momenteel een enterprise value. Dus dat is dus de beurswaarde plus de schulden van 3 miljard. En ze bereiken een, een, een slechter businessmodel. Exponential Fitness heeft een beter betere, betere businessmodel. Business hogere marges, uh, rijkere klasse van de consument. Uh, hogere free cashflow, meer groeipotentieel en dergelijke meer. Dus ik zou zeggen: Exponential Fitness is beter dan Basic Fit. En Exponential Fitness is momenteel maar 1 miljard dollar waard. Terwijl Basic Fit 3 miljard dollar waard is. Dus ik zie daar wel groeipotentieel. Dus zo, dat was mijn tip. Uh, ik ga even delen stoppen. En ik ga de pol aanzetten. Dus uh, exponential fitness. We krijgen één minuut om te stemmen. Timer start nu. Misschien uh, ondertussen nog even uh, aanhalen de, de berichtjes en zo dat in de chat zijn binnengelopen. Uh, dikke merci om zoveel interesse te tonen ook. Een paar vragen die dat er zijn geweest, onder andere is op korte termijn de energieindustrie, ziet het er misschien niet zo heel goed uit. kan zijn, inderdaad, het is zo'n beetje afwegingen. Hè? altijd heb je dus het aanbod dat eigenlijk beperkt blijft. Wat dat interessant is voor energieprijzen, een lager aanbod... Door die deglobalisatie. Het is een structurele drijfveer. Dat zorgt voor structureel hogere prijzen. Maar op korte termijn kunnen we toch even wat proberen, problemen hebben met die vraag. doordat er een potentiële recessie komt. Dus op korte termijn, komende jaar, kan het zijn. Uh, inderdaad dat misschien die energieprijzen. een beetje onder druk komen te staan. Maar al bij al geloven we, denk ik toch wel. Of dat het uh, lager aanbod. Uh, harder zal doorwegen. Um, dus dat is zo mijn visie daarop. Ja, dus inderdaad, Fabian stelt hier een goede vraag in de chat om Exponential Fitness. Dus aangezien dat Exponential Fitness mikt op de, de, de rijkere consument, zijn zij ook minder recessiegevoelig. Dat is inderdaad de insteek. Uh, dat is inderdaad scherp opgemerkt. Ja, ja, ik stel vanaf nu ja, voor heel dat, heel dat wij... Uh, ja, Jan zegt ook, zijn dit geen hypes? Uh, Inderdaad, er zijn veel hypes al geweest in de fitnesscategorie, maar uh, wat zij nu hebben, Pilates, dat is iets al jaren meegaat. Stretchen is belangrijk voor elke goede atleet. Uh, Rumble, we zien dat heel veel mensen into boxen zijn. Uh, dus er zijn... Yoga is ook al iets dat al jaren meegaat, dus zij spelen minder in op van die Zumba of andere toestanden. Dus daarom... Ik denk, ik denk de dat de comment vooral over, uh, over mijn energieaandeel was, Dieter. er. <laughs> Uh, mm. ik denk dat het nee, ik denk, de... denk het niet. Want... Uh. Nee, want, denk het niet, want hij, had het, hij had het over fitness heruitvinden. Dus hij had het over fitness. Ah, Oké. Okay. Okay. Anyway. Ik denk dat we het beste de vragen allemaal beantwoorden op het einde. Dat we kunnen focussen op de tips. Dus uh, ja. we gaan voorlopig uh, verder, verder gaan. Alright. Ik zal terugdelen. Dus uh, Robin gaat delen en uh, ik ga verdwijnen. Oké, okay, tip 4 uh, speelt eigenlijk een beetje in op dat sentiment. Hè? Uh, wat ik daar seks heb besproken. Uh, er zijn heel veel aandelen die dat als wat risicovoller worden gezien. En die worden enorm hard afgestraft recent, omdat niemand nog iets met risico te maken wilt hebben. En op een gegeven moment gaat dat sentiment uiteindelijk wel terug verbeteren. En dan gaan deze aandelen des te meer daarvan profiteren. En het aandeel, uh, ik mocht. <laughs> Niet voor de tiende keer van Dieter uh, Hims Heus aanraden, dus ik heb het deze keer bij een andere aandeel gehouden. En dat is Plunk, een Amerikaans techbedrijf, ticker SPLK. Zoals je hier kan zien, hè, het voorbije vijf jaar, het, het, het aandeel is zo hard gedaald dat het even laag staat als Zweden en zelfs als die enorme piek hier in 2014. Wat is Plunk? Het is een bedrijf met een beurswaarde van 14 miljard dollar. Dus een midcap zouden we kunnen stellen. Niet super klein, meer, maar ook nog niet extreem groot, waardoor er toch mooie groei-opportuniteiten zijn. Het profiel, dus het is een softwarebedrijf voor data-analyse. En het heeft dus 90 van de Fortune 100-bedrijven, dus de 100 grootste bedrijven in Amerika, als klant. En zij gebruiken het platform van Splunk om data-analyse te doen. Die hebben een enorm, enorm sterk. Uh, ze zijn in een van de beste sector om dat te kunnen doen. Hier ziet u nogmaals: hè. Splunk is dus een aandeel waarmee dat je kan inspelen op het sentiment, heeft te veel dat, hart, dat aandeel af. In het blauw zie je het aandeel Splunk, en in het paars zie je onze Opportunities Risk Index, onze, onze indicator van het sentiment. Dan nou, merken we inderdaad dat dat veel overeenstemt. Dus hoe beter het sentiment. Hoe hoger dat het aandeel gaat, hoe slechter het sentiment, hoe meer het er ook van afziet. En aangezien dat het sentiment nu zo zwak is en kan herstellen, kan het aandeel dan ook herstellen. Nu, als we dat eens. Hè, dit is eigenlijk ook een screenshot van onze. Ons model dat we gebruiken in Excel voor uh, analyseren, voor de cijfers te analyseren, dat krijgen onze studenten natuurlijk ook bij onze cursus. En als we daar splunk in geven, aandeel, dan zien we dit. Heel interessant, oké. Okay. Een dalende omzet recent. Dus een enorme stijging van 100 miljoen naar 2 miljard, op tien jaar tijd, en nu een daling in het voorbije jaar. Dan zien we nog mooie vrije kaststromen, dus het genereert veel geld, maar de voorbije twee jaar plots negatief. Dat merken we ook, de bruto marges waren heel hoog op 80%, maar er zijn nu het voorbije jaar gedaald naar 75%. En het verlies precies steeds groter en groter. Jullie vragen zich misschien af: Robbe, is dat misschien een clown of zo? Of, of, wat wat raadt hij ons hier allemaal aan? Een aandeel dat plots zo'n slechte fundamenten heeft. Nu, waarom raad ik dat aandeel dan aan? Dat die daling recent. Dat heeft niets te maken met de slechte fundamenten van het bedrijf. Het te maken met, het, uh, met de cloud-transitie die het bedrijf meemaakt. Wat wil dat zeggen? Vroeger, uh, vroeger betaalden zijn klanten uh, Splunk elk jaar, uh, on-premise noemen we dat. Dus elke keer wanneer dat ze het gebruiken, het platform voor data-analyses te doen, betalen ze geld. Maar nu doen ze een transitie naar de cloud, waardoor dat ze in plaats van eenmalig te betalen, nu die betaling wordt gesplitst op lange termijn. Bijvoorbeeld, in plaats van nu duizend dollar te betalen, uh, één keer betalen ze, ik zeg maar iets, 200 dollar over de komende vijf jaar. En doordat ze die transitie in dat business model hebben gedaan, zorgt ervoor dat uh, nu even die cijfers onder druk stonden. En Splunk is niet de eerste dat dat heeft gedaan. Hè? Bijvoorbeeld, een Adobe, iedereen kent het natuurlijk wel van, uh, van uh, Photoshop en al die softwareprogramma's. Die deden dat ook in 2013, merkt u inderdaad hier ook een daling van de omzet. Het is niet omdat dat een zwak bedrijf was in 2013. Dat was gewoon omdat ze die cloud transitie deden. Maar nadien, cloud transitie uiteindelijk voor een enorme, sterke, consistente groei van de omzet van de beurskoers van Adobe. Autodesk deed het ook in 2016. Wat merkt u hier? Het zorgde direct voor een sterke daling van de omzet. Maar eens dat die transitie achter de rug was, was die omzet. Weer sterk aan het stijgen, tegen de koers ook heel hard. En dat is ook gaande bij Splunk. Wat zien we hier? Dus vroeger zat men vooral in non-cloud, maar nu is men meer en meer omzet te genereren op die cloud. En dat is heel positief, omdat dat zorgt voor recurrente inkomsten. Zij verkopen hun software met subscripties wordt constant gebruikt door zijn klanten. Dat zorgt ervoor dat ze constant wederkerende inkomsten hebben en dat is gewoon enorm interessant voor ons als aandeelhouders dat we weten, kijk, die dat ze nu draaien, dat gaan ze waarschijnlijk komende jaren ook nog draaien. Dat zien we ook in de net retention rate, de NRR 127%. Wat wil dat zeggen in makkelijke termen? De klanten die dat al bij Splunk klant zijn, die besteden ieder jaar 27% extra bij hun. Dus zelfs moest Plunk geen nieuwe klanten binnenhalen, dan zouden ze ieder jaar hun omzet met 27% kunnen doen stijgen, wat dat toch wel heel sterk is. Wat merken we ook recent, hè, omdat die cloudtransitie stilaan achter de rug is, begint men zeer sterke cashflows te draaien. Voorbij de voorbije 12 maanden 287 miljoen voor het komende jaar verwachten we 20 miljoen, heel sterk. Omdat die transitie stilaan achter de rug is verwacht men nu wel heel sterke omzetgroei, groei versnelde naar 40% vorig kwartaal en ook dus de winstmarges verbeteren constant. Hier zien we nog eens de guidance, voor het volledige jaar. Wat merken we dan? Dat men ten opzichte van de vorige guidance dat men gaf veel verwachtingen stelt. Waarom? Omdat die cloud transitief is voor de business op langere termijn. Dus Sterkere omzetgroei, sterkere free cashflows, allemaal heel positief. Maar desondanks is dat aandeel eigenlijk het laagste gewaardeerd ooit. ten opzichte van zijn historisch gemiddelde. Aan vijf keer de omzet. Historisch gezien, de voorbije vijf jaar, was dat gemiddeld 9,8 keer. De 50% korting zou je kunnen stellen. Desondanks dat die hier in het blauw aan het versnellen is. En momenteel staat er niet alleen laag gewaardeerd ten opzichte van de omzet, maar ook vrij. Relatief laag eigenlijk toch wel ten opzichte van low. 34 keer voor zo'n sterk groeiend bedrijf, dat waarschijnlijk zijn free cashflow de komende jaren met laten we stellen, 30, 40, 50 procent zeker zal kunnen doen stijgen, constant, is dat helemaal niet zo hoog, 34 keer. Dus toch wel heel interessant om te zien. Die cloud transitie zorgde een beetje voor pessimisme op korte termijn. Het sentiment op de beurs zorgde even voor pessimisme, maar de fundamentals zijn eigenlijk sterker dan ooit voor de komende jaren, en dus er zit dus zowel met de waardering als ook met de fundamentals. Het aandeel ziet u hier de voorbije twee jaar, dus je ziet hier een sterke neerwaartse trend recent. Um, wat verwacht ik voor het komende jaar nadien? Heel interessant is dat er recent een nieuw management is aangesteld dat extra zal focussen op die free cashflow, op die winstgevendheid, dus dat is positief. Um, en ook een activistische aandeelhouder dat 5% heeft gekocht van het bedrijf. Dus die activistische aandeelhouder, die gaat proberen dingen door te voeren, zodat het bedrijf het aandeel uiteindelijk toch meer kan creëren voor zijn aandeelhouders. Er zijn ook geruchten geweest dat het aandeel zou worden gekocht door de gigant Cisco voor 120 dollar eerder dit jaar. Dat is nog altijd een optie. We gaan daar niet op proberen gokken, maar het is wel interessant om te weten. Deze dus cloud transitie is super positief. Hè? Dat heb je gezien bij Adobe, bij andere bedrijven, is super positief voor de groei en voor de winstgevendheid. En dat verwachten we ook bij Splunk. Dus daarom denken we ook dat het, net zoals bij die andere bedrijven, een hele mooie toekomst tegemoet gaat. Nu We zitten nog in die neerwaartse trend. Dus Nu wordt het een beetje spannend. Ik kan het hier heel binnen kort uitbreken, we zitten hier op een cruciaal moment, of gaan we die trend nog even verder zetten. Dat is natuurlijk heel moeilijk in te schatten, maar we verwachten toch dat vroeg of laat die trend zal worden door. We denken dat het interessant, is, of ik denk dat het interessant is om nu al een positietje te kopen. En later moest het uiteindelijk die uitbreker echt zijn, consistent gebeuren om dan uit te breiden, omdat je dan meer zekerheid hebt dat die neerwaartse trend is doorbroken. Eerste koersdoel is 150 dollar. Dat is toch een heel mooi opwaartspotentieel. Dit is negen keer de omzet, uh, wat dat volgens ons fair is voor dit bedrijf. Oké, okay, dus uh, dit was mijn tweede tip dat inspeelt op de overafstraffing uh, van tech aandelen, dat kansen geeft in de markt. Dieter, het is weer aan u. Yes. Goed, goed, goed. Mooi, mooi, mooi. De poll staat aan. Aan iedereen die nog wakker is, gelieve nu te stemmen. We zien duidelijk veel liefhebbers bij Splunk. Iedereen is eigenlijk relatief positief. Uh, het is interessant om eens op te volgen in 2023 hoe die gaat presteren. Hè. Ik ben ook wel fan van Splunk. Goeie, goeie nieuwe CEO. Mooie vrijkaststroom. Goed bedrijf, sticky. Oké, okay, nog 9 seconden voor de pol. Ik ga ondertussen al mijn scherm delen. All right, goed. Foe, amai, ik hoop dat iedereen het nog altijd leuk vindt. We gaan naar de volgende tip: tip 3 is goede oude Google. Oké, okay, ik hoop dat ik jullie nu niet weg, wegjaag met zo'n mastodon te bespreken. Maar uh, ik heb goede redenen om het aandeel nu toch aan te bevelen. Dus beurswaarde, gigantisch, meer dan 1000 miljard. Huidige beurskoers 90. Een van de grootste techbedrijven ter wereld. Google, Android, YouTube, Google Cloud, Pixelphone. Iedereen kent het wel. Oké. Okay. Waarom Google nu aanbevelen? we zitten eigenlijk historisch gezien op de laagste price to sales ratio sinds een lange tijd. Sinds 2012 hebben we deze waardering niet meer gezien. Terwijl de fundamenten volgens mij weinig veranderd zijn. Price to sales toont, er dus, toont dus aan dat Google heel goedkoop staat. Ook de price to earnings van 19. Historisch heel goedkoop. Dit is trouwens de koerswinstverhouding van volgend jaar en van de volgende 12 maanden. Die de analisten verwachten. dus... Dat is ook niet helemaal duur ten opzichte van de kwaliteit van deze business. Uh, dus volgens mij is dit een aantrekkelijk instapmoment. Ondertussen zien we die fundamenten van Google. Ja, die gaan de goede richting uit. Soms moet je het niet moeilijker maken dan dat het is. Dat is hier consistente omzetgroei. Free cashflow groei. Een geweldig bedrijf, uiteraard. Met monopoliepositie in Google Search en een monopoliepositie in YouTube uh, video's bekijken. Goed. Nu, nog een extra reden om Google nu aan te raden is eigenlijk het feit dat in Amerika er veel senatoren en mensen zijn die TikTok willen verbannen. En laat ons toch wel stellen dat TikTok de belangrijkste concurrent is momenteel van social media zoals Facebook, maar ook van Google. Dus moest TikTok verbannen worden uit Amerika of uit alle westerse landen, omdat, omdat men vermoedt dat de communistische partij in China daar te veel controle over heeft, dan kan dat heel positief zijn voor de advertentieinkomsten, zowel van Meta. Maar ook van Google. Dus je hebt hier gewoon momenteel, echt in mijn opinie, een klassebedrijf aan zijn laagste waardering ooit. Uh, ik zie daar heel weinig risico in. Door een recessie kan advertentieinkomsten wel een beetje dalen, maar zie je er ook naar 2008, 2009. Op lange termijn maakt dat helemaal niet uit. Google blijft een van de favoriete advertentiebedrijven ter wereld. Dus Koersdoel bij mij is 120, hoe kan je dat dan bespelen? Ofwel koop je aandelen voor de langere termijn en schaal je rustig in. Ofwel koop je de 21 april 100 dollar calls voor 4,15 dollar. En je verkoopt tegelijkertijd de 120 dollar calls. Dus dat wil zeggen dat je een stijging verwacht binnen deze range. Dus binnen de 100 tot 120. Je spendeert ongeveer 3,4 dollar in totaal. Want je koopt dus de 4,15, maar je verkoopt de 0,75. Dus netto spendeer je 3,40 dollar per contract. Als Google dan zou stijgen, stel dat er een rally komt... In veilige big tech aandelen, doordat ze kwaliteitsvol zijn. En ik verwacht in februari ook dat Google de verwachtingen zal kloppen. En dus het eigen 10, 15 procent, dan staan we al snel hier. Dan maak je eigenlijk 500 procent winst op deze constructie. Oké. Okay. Dus dat is uh, mijn tip. Heel simpel en straightforward. En uh, nu kan Robben nog een uh, leuke andere tip geven. En daarna kom ik nog. Alhoewel, nee, dit was de laatste, denk ik. Sorry. Goed, de, de poll gaat nu verschijnen. Ik ga de pol openzetten. Uh, Google, u krijgt één minuut om te stemmen. Wie is er van? Laat het ons weten. Direct een tien op tien zie ik hier verschijnen. Uh, Hola. Uh, ik, ik wil nog even uh, in de chat um, een vraag bespreken over Splunk snel. Nou. Um, een, goed, een goede vraag. Uh, dat ik hier zag, wacht waar was het was van Oscar heeft Splunk wel een duurzaam concurrentievoordeel uh, heel belangrijk om bij stil te staan zeker voor langere termijn investeringen um, ik geloof van wel omdat Splunk eigenlijk een dataplatform aanbiedt bijvoorbeeld voor bedrijven zoals Domino's pizza om hun data van hun klanten te gaan analyseren en ze zij zijn daar heel hard afhankelijk van um, dus eigenlijk is dat een heel sticky product en eens dat je daarop ziet als klant, is het heel moeilijk om een ander dataplatform te gaan gebruiken. Um, dus ik geloof wel dat die een mooie mode hebben. En, um, en um, dat zien we ook in die nettenreeds. dat klanten ieder jaar 27% extra spenderen op Splunk. Uh, dus ook in de fundamenten is het uh, duidelijk dat die toch wel iets in wieg doen en een mooi competitief voordeel hebben. Oké, okay, de resultaten van Google zijn binnen. Iedereen houdt van Google, omdat, omdat iedereen de naam kent natuurlijk en omdat het een groot veilig bedrijf is. Toch wel opvallend ook hoeveel mensen hier positief op reageren. Ik dacht dat dit de minst interessante tip zou zijn. Toch wel iedereen houdt van Google, hè. Dat, hebben we altijd, dat hebben we altijd gehad. Hè. Ja. ja, true. All right, de laatste tip, man. Go for it. Super. Uh, dan gaan we weer iets uniek doen, hè. zoals even door de slides van Google. Oké, okay, dus. Um... We hebben het wel gehad. Ik denk als we het fundamentele van de beurzen straks bespraken, is eigenlijk de korte conclusie. Enerzijds zijn er risico's voor de algemene markt, vooral ook SP 500. Anderzijds zijn er ook mooie opportunen te vinden. Maar er zijn dus ook wel risico's. Hè? En het is dus belangrijk, vinden wij, dat je met je portefeuille 100% long gaat. Dus niet alleen aandelen gaat kopen in zo'n klimaat, zoals waar we nu in zitten, maar dat je toch ook wel probeert een paar aandelen daarbij in te spelen op een potentiële daling van het aandeel. Dat noemen we ook al shorten. En mijn zesde tip uh, is een short-tip. En het is een short-tip op Cat. Ik ben ook geen kattenliefhebber, ik ben een hondenman, dus dat komt goed uit. Maar Cat is de ticker voor Caterpillar. Een uh, Caterpillar-bedrijf is een heel groot bedrijf van 120 miljard dollar een beurskoers van 232 dollar en die produceert bouwmachines in, voor de vastgoed, olie en gassector en de miningsector. Hier ziet u het overzicht. Hè. Iedereen kent het denk ik wel. Het bedrijf, het logo spreekt ook voor zich. Ze genereren 6 miljard omzet in uh, de construction industries. dus kramen en zo voor um, voor de real estate industrie, voor de vastgoed vooral. Ook 3 miljard omzet in Resource-industrie voor de mijnbouw en 6 miljard omzet in de energie- en transportatie-industrie. Nu, als we eens kijken naar die recente cijfers van Ket, dan zien we dat die omzet enorm hard steeg, miljard naar 15 miljard, dat die winst zelfs met 50% steeg van 2,66 dollar naar 3,95 dollar per aandeel. Misschien denken jullie terug, is Robbe een clown? Waarom raadt hij ons aan om in te spelen op een daling van dit aandeel, terwijl het zo'n sterke cijfers publiceert? Ik zal u uitleggen waarom. Hier ziet u een grafiekje van het aandeel Ket sinds 1990. En u ziet dus dat het echt wel heel cyclisch is. Soms heeft het sterke stijgingen, maar dan ook sterke crashes. En zo altijd opnieuw en opnieuw. Als we even terugblikken naar bijvoorbeeld de Great Financial Crisis in 2008-2009, dan merken we dat hier op het topbeurs het aandeel sterke, of het bedrijf erachter sterke cijfers publiceren. Zij van 10 miljard omzet naar bijna 12 miljard en een winst van 1,1 miljard naar bijna 1,3 miljard. Dus hele mooie cijfers. Maar dan crashte het aandeel en je zou denken, oké, okay, dat is omdat ze zeer slechte cijfers publiceerden. Maar wat blijkt nu? Ik heb eens opgezet. En die cijfers waren toen, tijdens die crash van meer dan 50%, nog altijd zeer sterk. De cijfers, de omzet, steeg van 21 miljard naar 25 miljard tijdens de eerste zes maanden van 2008. Het steeg ook heel hard. En wat bleek nu? Het was pas helemaal op het einde van die crash, hier, begin 2009, dat die cijfers hard verzwakten. Van 12 miljard omzet naar 9,2 miljard, dus een sterke daling. Dus ging het van heel winstgevend naar een verlieslatend bedrijf. En dat is toch wel heel stil te staan, algemeen bij alle aandelen. Maar zeker bij aandelen zoals een k die dat wat cyclischer zijn. De beurs kijkt altijd een zestal maanden vooruit. Okay? Dus de beurs, het aandeel van het, uh, de, ko de koers van het aandeel, dat gaat al voorop. Voor Anticiperen op de toekomstige verandering. Dus hier was het aandeel aan het crashen, omdat men anticipeerde dat het begin van 2009 heel slecht ging zijn. Dus conclusie hieruit dat we kunnen trekken is: die recente cijfers die zijn niet zo belangrijk. Het maakt niet zo heel veel uit dat die winst het voorbije uh, kwartaal met 50% steeg. Nee, wat is belangrijker wat het komende jaar gaat gebeuren? En daar gaat de koers stilletjes aan op vooruitlopen. Okay. En ik verwacht dus dat die recessie heel hard zal inhaken. Zeker in de recessie in de vastgoedmarkt heel hard zal inhaken op zo'n aandeel zoals Caterpillar. En dat het aandeel dus hard zal dalen. Ook heel interessant, hè? ik heb gemerkt dat die um, bull market, bear market in het aandeel Cat, dat dat altijd in heel gelijkaardige fases ging. Eén, hard omhoog, dan even zijwaarts, en dan hard omhoog voor de bull market. En altijd de drie toppen voor de bear market. En nadien een sterke crash. En nu merk ik hè, 1, 2, 3. En nu zitten we hier precies aan die derde top. Heel gelijkaardig als die de andere bear markets dat we hebben gezien. Dus ik verwacht hier binnenkort een sterke daling. Nu, fundamenteel vind ik gewoon Caterpillar niet zo een sterk Met slechte karakteristieken. Waarom? Enerzijds is het cyclisch. Om de zoveel jaar. Maar, zoals je hier kan zien, heeft het een sterke daling van de omzet. En ook heel belangrijk, regelmatig maakt het een sterk verlies als de economie het slecht doet. Het heeft ook een vrij hoge waardering momenteel, door die sterke koersprestatie van recent. Aan 25 keer de free cashflow van 2021. Wat vrij hoog is voor zo'n groot cyclusbedrijf. En het heeft een hoge schuldenbereik. 29 miljard netto schulden, 2,6 keer de EBITDA. Dat is toch wel een hoge schuldenberg, dus dat zien we toch ook niet zo graag. Dus wat verwacht ik hier meer concreet? Ik verwacht dat de koers dit kan doen. En ik verwacht dus een daling en op inspelen met een short of met put-opties. Maar dus, de cijfers zijn nu nog even sterk, Maakt dat hier uh, binnenkort, vooral in de tweede helft van 2023. Heel zwak zullen worden. Vooral door de huizenmarkt. We hebben daar zo ook een Toll Brothers, heeft misschien wel nog sterke cijfers, maar die uh, nieuwe orders zijn gecrashed met 60%. Dus dat gaat natuurlijk een gigantische impact hebben op zo'n bedrijven, zoals Caterpillar binnenkort dus zijn eind 2023 een dode huizenmarkt, de energie- en de miningindustrie, waar dat ze ook in zitten, zullen er minder leiden denk ik het komende jaar, maar dat zal toch ook wel vertragen als de economie verzwakt. Dus ook dat zal een beetje vertragen. En de koers, ik verwacht dus dat die stilaan gaat vooruitlopen op slechtere cijfers. Dus waar wil ik op inspelen? Op een daling richting 112 dollar um, het komende jaar. Kan enerzijds shorten, dus aandelen verkopen die dat je eigenlijk niet hebt. Um, en als het aandeel dan daalt met 50%, zal je short stijgen met 50%, de waarde daarvan. Dus dan heeft u een mooi rendement. Of je kan het nog iets meer risico nemen door bijvoorbeeld put-opties te kopen. De januari 2024 put-opties van 160 dollar, die kan je kopen voor rond de 7 dollar. Moest het aandeel dan dalen naar 112 dollar, dan zullen die met 700 procent stijgen. Meer potentieel, maar natuurlijk ook meer risico. Want moest het aandeel boven de 100 stig blijven, dan wordt die putoptie niets waard. Okay? Dus interessante play vind ik om toch met een deel van uw portefeuille een beetje uh, expositie te hebben aan een mogelijke daling van de economie, een sterke recessie. Maar belangrijk, het is toch wel iets meer advanced, dat shorten en die optie dus. Um, ja, voor de iets meer advanced beleggers, um, onder andere ook bij Beleggers University. Oké, okay, dat was uh, mijn tip. Tieter, ga je gang. Oké, okay, dames en heren. Uh, ik ga terug mijn scherm delen. Oh. Er valt eigenlijk niks meer te delen. Oké, okay. dames en heren, dat was het webinar. Uh, ik nodig jullie allemaal uit om uh, zeker en vast nog te profiteren van onze kerstactie als je nog geen lid bent. Je ziet het ook in de comments. We hebben zeer veel tevreden studenten. En uh, we hopen dat jullie genoten hebben van dit webinar. En uh, ja, er zal normaal gezien nu een banner verschijnen op je scherm. Als je dus in 2023 wilt beginnen als een succesvol belegger, een winstgevender belegger, een meer geïnformeerde belegger. Dan is het nu het moment om je in te schrijven. Onze kerstactie stopt binnen enkele dagen. Die gaat stoppen volgende week. Uh, dus ik zou zeggen, profiteer er nog van. Voor 299 heb je ons als mentor, als begeleider. We beantwoorden al onze mails, al uw vragen. En bovendien krijg je een volledig pakket met videocursus, lessen, uh, zelftest. Uh, onze, onze, onze analyse tool krijg je ook. En onze twaalf maanden beurstips. En in, die, uh, in onze Telegram-groep posten we dan ook veel uh, content iedere week met onze weekupdate update en tussentijdse alerts. Dus ik zou zeggen, profiteer nog van. Bedankt iedereen om aanwezig te zijn. Ik ga nog even hier zien wie ze hier allemaal aan het praten Bedankt Chris, bedankt Geert, bedankt Jan, uh, bedankt Peter, bedankt Maarten, bedankt Pascal. fijn, fijn einde jaar allemaal. En dan uh, zien we jullie volgend jaar. Oké, okay. wel, Oscar, dankjewel Ferry, Dank u wel, Michel. Um, Dieter, kunnen we misschien nog um, die, um, die link naar uh, fundering beleggen, nog delen? Ja, die verschijnt nu op hun scherm normaal gezien. Je nog... Ah ja, oké, okay. super. Oké, okay. dus, uh, ja, dus ook, ook van mij bedankt om uh, aanwezig te zijn. Het was uh, heel tof om te doen, onze eerste keer. En uh, dan zien we er naar uit om in de toekomst... Uh nog mooie winsten te maken in 2023 en nadien. Dank je wel, Gerda. Hopelijk heb je er allemaal van genoten. Hey, veel succes in 2023. Hè? We gaan geld verdienen, oké? Okay? Dat, dat is het doel. Stijn heeft veel aviertjes volgeschreven. Ik hoop dat dat voor de cursus is, niet voor het webinar. Happy Christmas allemaal. Fijne feestdagen. We hebben er echt van genoten. Dag Patrick, top dat je aanwezig was. Altijd leuk om je te zien. Guys, geweldige community. Dag Ronnie, top. Allee, fijne avond allemaal. De volgende sessie, dat zullen we aankondigen via de mail. Ivo, yes, het kan herbekeken worden. U krijgt nog een mail. Michel, veel succes met werk. Allee, ciao allemaal, fijne avond. Au revoir.